Goedemiddag iedereen en welkom iedereen. We zitten hier met heel wat RISO-mensen samen. Leerkrachten, begeleiders en vooral leerlingen van de derde graad. Van het vier, van de lifestyle- en sportschool, van de zorgkrachtschool en het Onze Lieve Lyceum, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. En de studenten van Vivato. En er zijn ook leerlingen die het debat via livestream zullen volgen. Het is de tweede keer dat de scholengroep RISO in het forum hier een politiek debat organiseert voor alle leerlingen van de derde graad. De eerste keer was 6 jaar geleden. En de organisatie is dit jaar in handen van klas 62 van het Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. En dit kadert binnen het vak geschiedenis. De leerlingen hebben het debat zowel inhoudelijk als logistiek volledig zelf voorbereid met meneer Houpline als coach. De dames hier links van mij zullen alles in goede banen leiden hier beneden. De heren bovenaan zorgen voor de technische kant van de zaak. Eerlijk, we zijn als directie van het Lyceum bijzonder trots. Trots dat leerlingen van het zesde jaar zo'n organisatie, zowel logistiek als inhoudelijk, zelfstandig hebben voorbereid. En we zijn ook heel erg blij dat jullie hier met zoveel zijn om dit debat bij te wonen. En eigenlijk is het een historisch moment. Want waar tot vorige verkiezingen je pas vanaf 18 je stem mocht uitbrengen, is het nu de eerste keer dat 16-jarigen voor de Europese verkiezingen mogen stemmen. En waar dat tot ongeveer een week geleden nog vrijwillig was, is het zo dat het nu beslist is dat er opkomstplicht is. Meneer Houpline had gezegd dat ik zeker moest zeggen opkomstplicht. Dat betekent eigenlijk dat je als 16-jarige naar het stembureau moet gaan voor de Europese verkiezingen en een stem moet uitbrengen. En een stem uitbrengen, dat houdt echt een verantwoordelijkheid in. Het is heel belangrijk om goed af te wegen voor welke partij en voor welke politicus je gaat stemmen. Want jouw stem is meebepalend voor hoe onze samenleving er na de verkiezingen van 9 juli er zal uitzien. Onderschat jouw belang of onderschat het belang van jouw stem niet. En om jullie te helpen om een goede keuze te maken, organiseren we dit debat. En het belooft aan de heren en de dames te zien een boeiend debat te worden. Onze leerlingen hebben een aantal belangrijke politici kunnen strikken. Maxime Vijs voor Vooruit, Nathalie Egermond, PvdA, Axel Ronse, N-VA, Matti van de Malen, Groen, Vincent van Quickenborne, Open VLD, Wouter Vermeers, Vlaams Belang en Brecht Warnee, CD&V. Zij zijn vandaag de mensen die hun politieke partij en de standpunten van hun politieke partij naar jullie zullen overbrengen. De vragen die gesteld worden, de stellingen die gepresenteerd worden, zijn tot stand gekomen op basis van een bevraging aan alle derde graadsleerlingen van de verschillende RISO-scholen. Deze politici zullen dus jullie hun standpunten en hun visie over hoe de samenleving er zou moeten uitzien overbrengen. Dat dit debat jullie mag inspireren om jezelf ook verder te verdiepen in de partijstandpunten, om zo tot een weloverwogen en verantwoordelijke keuze te komen
in het stemhokje op 9 juni. Aan jullie het woord. Oké, hallo iedereen. Ik ben Floor, ik ben een van de leerlingen van klas 62. Wij zijn dit debat begonnen met een enquête te maken voor alle Rieselscholen. Deze enquête is ingevuld geweest voor leerlingen tussen de 16 en de 22 jaar uit dus alle onderwijsvormen. De eerste vraag die wij hebben gesteld was: hoe geïnteresseerd ben je in politiek? De cijfers en de mening zijn duidelijk een beetje algemeen. Eerder wel rechts, mensen zijn eerder niet geïnteresseerd dan wel geïnteresseerd. Is dat de leeftijd? Is dat welke interesses mensen in het algemeen op dit moment hebben? Dat weten we natuurlijk niet. Als we kijken of de mensen eerder links of rechts georiënteerd zijn, zitten we wel duidelijk in de helft, maar toch iets meer eerder rechts dan links georiënteerd. We hebben ook gevraagd op welke partij dat iedereen zou stemmen. En dan merk je eigenlijk dat als we kijken naar de peilingen, dat dat niet helemaal overeenkomt. De cijfers die eigenlijk eerder hoog zouden moeten zijn, staan bij ons eerder laag. En de mensen die eigenlijk eerder minder stemmen zouden moeten krijgen, krijgen bij ons meer stemmen. Als we vragen waarom dan mensen stemmen, staat er wel nog altijd op de top ideologie. Daarna uw verkiezingsthema's, dan pas de keuze van de ouders en eigenlijk daarna pas welke politici welke partij vertegenwoordigt. Onze moderator is professor Boutika, een politicoloog aan de UGent. En het programma is altijd eerst een interview en eerst een debat en dan een interview en op het einde nog een vragenronde. Het eerste thema is politieke vernieuwing. En natuurlijk is de eerste vraag bij politieke vernieuwing: heeft het nog nut om te gaan stemmen? Het is natuurlijk een belangrijk jaar. 2024 is een heel groot stemjaar met heel veel dingen om te verkiezen te worden. En dan merk je eigenlijk ook dat wel nog altijd het merendeel het belangrijk vindt om te gaan stemmen. Politiek, dat is precies zoals een circusshow. Ze proberen te balanceren tussen belofte en compromissen. Politici maken precies salto's zonder te landen. Ze blijven maar draaien en draaien zonder tot conclusies te komen. Ze kunnen ook jongleren als de besten. Ze smijten met beloften, compromissen en verantwoordelijkheden en proberen die allemaal tegelijk in de lucht te houden. Heeft het dan wel nog nut om een ticket te kopen voor dit circus? De politiek maakt er een echt zootje van. Herpak je. Oké, goedemiddag. Mijn naam is inderdaad Nicolas Boutika. Ik ga proberen mijn best doen om deze heren en één vrouw hebben we alsnog gevonden. Eén andere vrouw heeft afgehaakt. Zij moet naar zaken vanavond. Dat is jammer. Dan hadden we anders twee vrouwen. Maar Maxime is ook welkom natuurlijk. Welkom in het zoveelste schooldebat, het tweede schooldebat hier dat we gaan houden. Het gaat in eerste instantie over politieke vernieuwing. Ik kon in het filmpje al zien dat er weinig vertrouwen is in die politiek. Ik denk dat de enquête onder de studenten, onder de leerlingen uit heeft gewezen dat er nog wel heel veel mensen geneigd zijn om te gaan stemmen. Ongeveer 3/4 van de leerlingen heeft gezegd van ik vind het nog nuttig om te gaan stemmen. Dat is positief, denk ik. Als je het filmpje bekeek, wat daarna komt, dat sluit meer aan, denk ik, bij het vertrouwen of bij het beeld dat we hebben over politiek de dag van vandaag in de samenleving als het algemeen. Er is nu niet zo heel veel vertrouwen in die politiek. Hè. Daar zitten we toch met een fameus probleem. Nu, ik ga eerst naar het ouderdomsdeken van het panel, namelijk meneer Van Quickenborne. U bent de oudste van het panel vandaag. Waarom denkt u dat er eigenlijk zo weinig vertrouwen is in die politiek, ook bij jonge mensen als vandaag, die hier vandaag aanwezig zijn? Wel, we moeten een onderscheid maken tussen denk ik, lokale politiek en nationale politiek. Bij lokale politiek is de afstand tussen de politicus en de kiezer kleiner. En dus dat betekent dat je veel sneller kunt zien of een belofte wordt ingelost of niet. Bijvoorbeeld als een stad zegt, we gaan ergens een fietszone inrichten en men doet dat dan ook, dan zeg je van oké, belofte waargemaakt. Terwijl bij de nationale politiek spreken we wel over thema's die wat verder van de mensen afstaan. De belastingsdruk, is dat nu gedaald of niet? Is de gezondheidszorg goed georganiseerd? En dus daar denk ik, zie je dat die afstand wel wat groter is. En twee, je moet natuurlijk compromissen maken. En compromissen maken, je gaat naar de verkiezingen, je belooft iets. En dan uiteindelijk moet je met een aantal partijen samenwerken. En kan het zijn dat een ander wat wordt verwaterd, waardoor dat mensen denken van ja, maar je hebt dat beloofd. En uiteindelijk is dat er maar uitgekomen. Ja, oké. Nu, een van de manieren om jongeren wat meer vertrouwen te geven in die politiek is, laten we ze misschien deelnemen aan die democratie. Dat is eigenlijk een beslissing die genomen is afgelopen legislatuur. Namelijk 16-jarigen kunnen vanaf nu
moeten zelfs, niet kunnen, maar moeten zelfs gaan deelnemen aan die verkiezingen. Dat is een vorm van politieke vernieuwing, hè, waar we het hier over hebben. Politieke vernieuwing, dat gaat over hervormingen van de politiek op zich. Hè. We moeten de politiek gaan hervormen om de kloof tussen die burger en die politiek te gaan verkleinen. Stemrecht geven aan 16-jarigen is één poging om dat te doen. Meneer Vermeers, vindt u dat eigenlijk een goed idee, dat die 16-jarigen moeten of mogen gaan stemmen? Eigenlijk moeten ze gaan stemmen, maar is dat eigenlijk een goed idee om 16-jarigen te betrekken bij die democratie? Wat ons betreft moeten jongeren de kans krijgen om effectief vanaf 16 jaar deel te nemen. Dus voor ons een stemrecht, geen plicht. Dat moet wat ons betreft niet verplicht. Nu zijn de regels dusdanig dat dat gebeurt. Maar u had het over de moeilijkheden van de politiek. Ja, maar ook over de jongeren. U vindt dat een goed idee? U vindt het een goed idee? Een stemrecht vanaf 16 jaar vinden wij goed. En waarom geen plicht? Een plicht vinden wij niet noodzakelijk, omdat het een vrije keuze moet zijn voor de jongeren om al dan niet zelf te gaan stemmen. Okay. Maar als u het hebt over natuurlijk het draagvlak voor de politiek die onderuit gaat, ja, dan heeft de politiek dat vooral aan zichzelf te danken. Als we kijken bijvoorbeeld naar de federale regering, waar een regering gevormd is met alleen maar verliezers, waar er onverkozen ministers zitten, mensen die zichzelf niet aanbieden aan de kiezers. Maar natuurlijk de politici ook zelf. Als we bijvoorbeeld een minister hebben of een burgemeester van een stad als Kortrijk die denkt dat die luchtgitaar moet spelen, ja, dan haalt dat natuurlijk de geloofwaardigheid van de politiek als geheel. Wat is er verkeerd met luchtgitaar te spelen? Als je ooit van muziek is, toch geen probleem? Ik denk dat de bevolking en de kiezer daar zeker over zal oordelen in juni, maar ook in oktober in deze stad. En wat we dus moeten doen om dat vertrouwen in de politiek te herstellen, is natuurlijk zorgen dat de wil van de kiezer wordt gerespecteerd. Ja. Wat zien we? Dat Vlamingen massaal rechts en Vlaams stemmen, maar ze krijgen uiteindelijk in die federale regering een links- en Waals beleid. Het omgekeerde van wat er gekozen is. Politici moeten dus niet alleen doen wat ze voor de verkiezingen beloven, maar ze moeten ook hun regeerakkoord natuurlijk gaan uitvoeren. En dat is net het omgekeerde wat deze federale regering heeft gedaan. Ja. En daarom had het vertrouwen van de politiek natuurlijk onderuit. Oké, meneer Warnet, deelt u die analyse? U bent een vertegenwoordiger van een partij die bijna altijd heeft bestuurd en misschien daarom voor veel mensen wat ongeloofwaardig is geworden, als ik het hier zo mag horen. Ik deel de analyse dat politiekers eerlijker moeten zijn. Ik ben 10 jaar geleden ongeveer schepen geworden in Wingenen. En ik heb eigenlijk vanaf dag 1 altijd tegen de mensen gezegd of iets lukt of iets niet lukt. En als je tegen mensen zegt van, ja, je hebt een vraag, dan moet je het proberen oplossen als je werkt als politieker. Maar soms moet je ook durven zeggen, sorry, dat gaat niet. En ik denk als we het vertrouwen in de politiek willen versterken, moeten we ervoor zorgen dat de Trumps ook niet naar hier komen. Ja, want als we straks weer... Ik ging zeggen, we zijn in campagne. Ik denk dat we 5 jaar in campagne geweest zijn, sommige partijen toch. Maar als we straks in campagne zijn, dan gaat extreem rechts voor u zeggen... Ja, en alle migranten, we gaan die buiten halen en dat gaat alles oplossen en het gaat geen probleem zijn en het zal wel in orde komen enzovoort en zo verder. Vertrouwen in de politiek. Over de migratie kunnen we straks een debat hebben, met plezier. Komt u een bus te laat met de migranten buiten te steken, we gaan het oplossen. Is uw chocomoes vervallen, met de migranten buiten te steken, we gaan het oplossen. Vertrouwen in de politiek. Aan de rechterkant, voor u aan de linkerkant, gaan we zeggen, en de rijken gaan alles betalen. De rijken gaan alles betalen en alles wordt gratis. Gratis eten op school, gratis naar school gaan, gratis bus, gratis trein gaan, gratis vuiven. Dat bestaat ook allemaal niet. En ik denk dat elke partij, elke politicus gewoon een klein beetje meer eerlijk moet zijn en ook tegen de mensen moet durven zeggen, sorry, de maatschappij is complex, er zijn moeilijke problemen en dat gaan we echt niet oplossen met simpele, simplistische antwoorden. Oké, mevrouw Egermond, u voelt mij al komen. U stelt alles veel te simpel voor. Het is complexer dan het lijkt, politiek voeren. Ik denk dat dat van Brecht vooral een excuus is om niet te moeten doorpraten over onze miljonairstax, want wij hebben een heel concreet en haalbaar voorstel en meer partijen hè, komen daar nu ook mee. Maar ja, oké, zeg dan gewoon dat jij het geld niet wilt gaan halen bij de rijken, dat is je goed recht. Maar je moet het niet op maar laten we trekken. Daar straks over hebben, over de fundamentele kwestie. Namelijk... Maar het debat over het vertrouwen in de politiek vind ik wel heel belangrijk, want ik heb wel het gevoel, en ik hoor dat van veel mensen, dat de politici gewoon echt te ver afstaan van de realiteit. Dat ze zijn een ivoren toren leven. We hebben bijvoorbeeld onze minister van Mobiliteit, die rijdt met de duurste dienstwagen van de Vlaamse regering, maar het is wel zij die 3000 bushaltes geschrapt heeft. En dat is een groot probleem. Onze ministers die verdienen 10.000 euro de maand, terwijl dat er meer en meer mensen gaan werken en toch niet meer rondkomen. Terwijl dat er meer mensen in België in armoede leven. En dat is een probleem van politiek die gewoon niet meer weet wat het echte leven is van de gewone mensen. Oké, meneer Van der Malen, u weet niet meer wat er bij de gewone mens leeft.
denk dat dat reuze meevalt. Wat mij betreft, of wat onze partij betreft, is denk ik eigenlijk de analyse dat de politieke partijen die lopen een beetje het buikgevoel achterna. Ik herinner mij de verkiezingen 5 jaar geleden. Toen waren hier allemaal klimaatpartijen. Plots was iedereen voorstander om iets te doen aan het klimaat, omdat op dat moment het klimaat hot was. We zijn nu 5 jaar later en de partij van meneer Vermeers wordt hyperpopulair. Wat stel ik vast? Heel veel partijen zeggen, we gaan er ook iets aan doen. Dus in plaats van te vertrekken vanuit de sterkte en geloven in uw eigen verhaal, en zo kiezers te overtuigen, denk ik dat dat een veel relevantere manier van aan politiek te doen is dan wat we vandaag zien. Dat is 1. 2. Ja, verkiezingen, dat gaat over om de 5 jaar naar de kiezer gaan en kiezen wie zal mij vertegenwoordigen. En vaak stopt het daar voor veel politici. Terwijl ik denk dat op alle niveaus, dus ook het Vlaams, het federale en het Europese niveau, dat inspraak, medebestuur door burgers, dat we daar moeten op inzetten, zodanig dat burgers niet alleen klant zijn die dienstverlening kopen bij een overheid, maar dat die eigenlijk mede-eigenaar zijn van de overheid. Dat die mee hun land besturen en mee hun land uitbouwen. En dat is denk ik een fundamenteel verschil met een aantal collega-partijen hier die de kiezers zien als je mag één keer om de 5 jaar uw mening zeggen en dan is het 5 jaar aan ons en laat ons gerust. Ik denk dat dat eigenlijk een manier van aan politiek doen is die van de vorige eeuw dateert en waar we vanaf moeten. Oké, die oldschool politiek. Ik weet niet of hij u bedoelde, meneer Romsen, maar ik vermoed het misschien wel. U persoonlijk niet, maar uw partij misschien, die het wat meer vertrekt vanuit de volksvertegenwoordiger moeten beslissingen nemen en niet zoveel de mensen. Eén keer om de 5 jaar gaan stemmen is voldoende. Goh, ja. Ten eerste, goeiedag iedereen. Ik ben Axel. Ik hoop dat ik er niet zo oldschool uitzie als de moderator mij voorstelt. Maar ik vind dat het niet moet gaan over structuren en ook niet over andere partijen. Ik heb een tijd geleden een boek gelezen. Stel dat we hier met heel dit auditorium op een eiland zouden toekomen dat onbewoond is. En we schrijven een grondwet. Wat zouden we verwachten? En voor mij persoonlijk zijn dat de dingen nog altijd die ik opgeschreven heb toen ik zelf zei, ik ga politiek actief worden. Ik vond dat mensen, en vind nog altijd, dat mensen die aan de slag zijn en die belastingen betalen, en we betalen veel belastingen, dat dat geld beter en nuttiger kan besteed worden. En dat wie werkt, meer moet kunnen overhouden. Twee, ik vind dat een overheid ervoor moet zorgen dat mensen zich veilig kunnen voelen. Dat wie zijn boekje te buiten gaat, daar ook correct voor wordt gestraft. En dat mensen zich ook moeten kunnen thuis voelen. Iemand die holibi is, moet kunnen op een veilige manier rondwandelen in een uitgangsbuurt. Er moet een scheiding zijn tussen kerk en staat. Ja. We moeten ons vooral ook thuis voelen als Vlaming hier. En dat zijn de dingen waarvan een overheid, denk ik, de 3 belangrijkste dingen, dat ze ervoor moet zorgen dat we daar telkens op vooruit gaan. En ik heb het gevoel dat de politiek op vandaag er niet in slaagt om daar vooruitgang in te tonen. We leven in België. In Vlaanderen, ik zit in het Vlaams parlement, 10 jaar. In het Vlaams parlement, ik zeg altijd vooruit, hey, Maxime komt straks aan het woord. In Wallonië zou dat een rechtse partij zijn. Daar kijkt men op een totaal andere manier naar hoe dat we mensen moeten activeren. Daar zegt men, laat mensen maar 32 uur per week werken. Hier zeggen we, collega Vincent, laat ze als ze dat willen 48 uur per week werken. En door die 2 democratieën samen te smijten en samen dingen te laten beslissen, kom je tot een soort van grijze brei waar niemand in Wallonië voor gestemd heeft. Van moest je in Wallonië de mensen laten kiezen, kiezen zij allemaal voor Nathalie Egerband, maar waar ook niemand in Vlaanderen voor gestemd heeft. Dus denk dat we daar werk gaan hebben. Dus politieke vernieuwing is voor een stukje staatshervorming, als ik u goed interpreteer. Meneer Vijs, inderdaad, we moeten u nog horen over dat probleem van de politiek. Waar ligt het volgens u aan? Waarom vertrouwen politici te weinig of misschien minder dan in het verleden? Ik denk dat het al heel duidelijk was in het filmpje. Nee. Politici hoogelen met heel veel zaken, maar ik zie en spreek veel mensen en die vragen om resultaten. En dat is wat de politiek moet deliveren, moet voor zorgen. En ik ben wel wat bezorgd voor alles na de campagne, want als ik het hier zo wat hoor, iedereen heeft hier nu een map aan iedereen al een keer gegeven. Ja, ik denk dat we vooral gaan moeten zien hoe gaan we samenwerken, hoe gaan we de dingen realiseren. En dan is het soms, dat lukt soms niet. En we moeten daar ook, en dat denk ik, dat is een punt dat Brecht wel juist heeft, we moeten moedig beslissen, maar ook eerlijk communiceren. En een van die zaken, ik zit in de oppositie in het Vlaams parlement, ik zou nu heel veel kunnen opnoemen, het leraartekort onderhand, et cetera, die de Vlaamse regering nu aanpakt. Maar ik ga mijn spijt een keer uitdrukken, ze zeggen altijd in debatten dat je dat beter niet doet. In de federale regering, waar wij mee besturen, is de fiscale hervorming niet gelukt. Dat is zeer jammer. Dat is
de toekomst die we later gaan moeten voorbereiden nu. Dat is het eerste. En het tweede, ja, er is een nieuw migratiewetboek geschreven, maar het is niet gestemd geraakt. Ik betreur dat, dat we er niet in geslaagd zijn, dat we niet politiek volwassen genoeg waren om dat te kunnen beslissen. Maar als ik dan kijk naar wat we wel hebben gerealiseerd, en dat vind ik ook een belangrijke, want dat is wat dat vooruit de vorige campagne heeft gedaan. Nu, er was niemand hier 5 jaar geleden ook aanwezig. Ik hoop het, anders zou je heel veel moeten blijven zitten. Maar we hebben toen gehamerd op die pensioenen, €1500 minimum, binnengehaald. We wilden de koopkracht beschermen. We zijn het Europees land waar de koopkracht het best beschermd is door deze Vivaldi-regering. De armoede is een beetje teruggedrongen geweest door deze Vivaldi-regering. Okay. Als het gaat over de koopkracht, die facturen, het vierde thema straks, de elektriek naar 6%, een basisgoed, ja, dat hebben we wel gerealiseerd. Dus er zijn resultaten, mensen zien die niet altijd, soms zijn die ook wel wat klein, maar dat is ook wel een rol dat wij moeten beter communiceren en misschien minder elkaar aanvallen, maar meer op ons, op het positieve focussen, want er gebeurt wel heel veel. Oké, maar ik wilde het vooral ook hebben over politieke vernieuwing en een van de dingen die niet gerealiseerd zijn, die mensen heel erg goed zien, dat gaat over geld. Geld van partijen bijvoorbeeld. Geld voor partijen dat men aan sociale media bijvoorbeeld besteedt, waar jongeren heel erg intensief mee bezig zijn. Dat is iets waar men heel uitdrukkelijk niet in geslaagd is en wat heel, heel sterk, denk ik, de ogen uitsteekt van heel veel mensen. En u noemt de fiscale hervorming. Ik vermoed dat u wat over de hoofden heen gaat van deze mensen. Dat kan zijn. Het is een belangrijk thema. Maar bijvoorbeeld iets als partijfinanciering. Waarom is dat dan eigenlijk niet gelukt? Waar faalt de politiek daar? Ik weet dat we gaan proberen nog iedereen aan het woord te laten, maar het zal misschien moeilijk zijn. Maar ik begin even hier bij meneer Vermeers. Het klopt inderdaad. Politieke partijen hebben veel te veel geld. Ik heb jaar na jaar in het parlement amendementen ingediend om die financiering van de partijen te halveren. Ja. En alle partijen, zelfs tot de PvdA toe, die stemmen tegen die amendementen. En zijn dus niet bereid om de eigen middelen te gaan beperken. Ja. Dus wij zijn de eerste partij. Maar natuurlijk laten we ook de discussie voeren. Hè. We horen elke verkiezing opnieuw, bijvoorbeeld door de VLD, zeggen maar, wij gaan de Senaat afschaffen. Mag ik het heel concreet maken, meneer Vermeers? Sociale media, mogen we dat beperken? Als overheid zeggen, kijk, aan sociale media gaan we geen grenzen stellen. U mag uw geld niet aan Facebook en aan TikTok en dergelijke meer geven. Zeer goede vraag. Ik denk dat het aan de partijen zelf is om te bepalen waar zij hun geld aan geven. Dat is duidelijk. Dat heel duidelijk zijn, bijvoorbeeld, wij als partij, wij kregen niet de kans om opiniestukken te schrijven en te laten publiceren, zelfs geen advertenties in normale kranten. Ja. Dus zijn wij noodgedwongen om dat uit te geven op sociale media. Maar ik wil nog één concreet voorbeeld geven. Ieder jaar opnieuw horen we bijvoorbeeld de VLD, maar ook alle andere partijen pleiten om de Senaat af te schaffen. Ja. Want dan krijgen ze plots de voorzitter van de Senaat en dan blijft die Senaat bestaan. Okay, 41 miljoen euro per jaar, maar dat die verkwanseld wordt aan een instelling die we eigenlijk niet nodig hebben. Maar ik moet letten op de tijd. Mevrouw Eggermond, sociale media uitgaven beperken of niet? Heel kort graag. Want het debat gaat over partijfinanciering. Ja. Dat is wel belangrijker, vind ik, want sociale media is maar een klein deel daarvan. Ik wil daar ook op antwoorden, natuurlijk. Hè. Maar die partijfinanciering, wij zijn wel de partij die dat op de agenda zet. Ja. We hebben de graaipensioenen gevonden. Stem wel tegen ons amendement. Stemt u in het parlement tegen? Hè? Maar wij zijn voor de halvering. Wouter, ik heb je ook laten uitspreken. Wij zijn voor het halveren van de dotaties, wij zijn voor het halveren van de lonen van de ministers. Wij hebben in de parlementen de graaipensioenen afgeschaft. We hebben Krakke en de Kroo hebben hun... Dat is waar, maar dat zijn de anderen, die graaipensioenen, maar voor uzelf... En de vertrekpremies, dat is iets waar er ook heel weinig over gesproken wordt. Dus als die politici hier, die dan nu deelnemen aan de verkiezingen, als je in het parlement zit en je wordt niet herverkozen, dan krijg je €280.000 bruto vertrekpremie. Dat is iets wat wij ook willen afschaffen, dat we ook al verminderd hebben in het parlement. Dus iedereen die wakker ligt van inderdaad die graaicultuur in de politiek, die moet bij de PvdA... En die graaicultuur, als het gaat over sociale media, gaan we daar regels gaan opleggen vanuit de overheid, zeggen niet meer aan Facebook, niet meer aan het Chinese TikTok? Dat vinden wij niet, daar zijn we mee akkoord. Omdat het probleem is, dat is wel waar, omdat er zijn wel heel veel partijen die daar weinig aan bod komen. Dus wij ook, daar zijn studies over, komen veel minder aan bod in de traditionele media. Binnenkort is er een schooldebat waar wij zelfs niet zijn uitgenodigd. Dus je ziet, en bijvoorbeeld TikTok, want dat wordt dan gezegd, maar wij geven €0 uit aan TikTok. En wij hebben toch de meest populaire politicus op TikTok, niet omdat wij daar geld aan geven, maar omdat wij zeggen waar dat de jongeren van wakker liggen en omdat wij in dialoog gaan met jongeren. Dat is duidelijk. Dus dan de polen geen beperkingen als het gaat over sociale media uitgaven. Ik ga even luisteren naar de andere mensen. Vooral de dotaties verminderen. Ja. Daar gaat het dat is zeker, zeker van vast ook. Halveren. En laat ze dat maar doen. Meneer Van Quickenborne, en we doen nog iedereen hoor, kort. Maar misschien eerst uitleggen aan de mensen waarom dat politici of politieke partijen betaald worden door met belastingsgeld. Vroeger werden ze betaald door private bedrijven, zoals in Amerika.
En dan werden mensen politiek eigenlijk worden ze afgerekend op hetgeen wat ze kunnen doen voor iemand, voor een bedrijf of voor een persoon. Dat heeft men afgeschaft en heeft gezegd, nee, dat wordt betaald voortaan door belastingsgeld om op die manier objectiviteit in de politiek te krijgen, wat een goede zaak is. Ik hoop dat niemand aan de tafel terug wil naar de tijd van toen. Maar twee, er moet soberheid zijn, soberheid op alle vlakken. Zowel als het gaat over dotaties aan partijen, en vandaag zit je met 80, 85 miljoen euro die gegeven wordt, wat te veel is, maar ook soberheid, en daar moeten we consequent in zijn, op datgene wat we doen met de centen. En als we vandaag vaststellen dat er twee partijen zijn in ons land, hè, dat zijn juist de twee partijen die aan het woord gekomen zijn, die op sociale media meer uitgeven dan wat Trump doet in de Verenigde Staten, want dat is de realiteit, dat zijn de brute cijfers, dan kun je daar zeer veel vragen bij stellen. Okay. En dus moet je de twee doen. Je moet sober zijn in datgene wat je uitgeeft en sober zijn in datgene wat je met de cent doet. Trouwens, dat is ook zo bij verkiezingscampagnes. Bijvoorbeeld, als we nu een campagne voeren, zeggen we terecht, je mag mensen iets geven, maar je mag ze geen appels geven, je mag ze geen gratis biervaten geven, wat ervoor zorgt dat er op een correcte manier campagne wordt gevoerd. Okay. En de realiteit is vandaag dat dat misbruikt, dat systeem. En daardoor ja, wil men daar niet mee stoppen. En dat kan eigenlijk niet. Oké, okay, meneer Ronse. Ja, ik weet niet of Trump nog veel geld uitgeeft aan sociale media, maar hij is overal afgesmeten, denk ik. En hij heeft zijn eigen sociale media-platform ontwikkeld, waar hij trouwens zeer veel geld mee verdient. Hij heeft 3 miljard euro, heb ik vandaag gelezen. Maar ik vind persoonlijk, laat partijen en politici zelf beslissen naar waar de middelen gaan die ze krijgen. Dat betekent niet dat die middelen op vandaag niet moeten afgetopt worden. Ik vind dat partijen te veel geld krijgen. Dat moet minder. We hebben daar ook al een aantal voorstellen voor gedaan. Dat wordt telkens weggestemd. Waarom? Van zodra dat je de grootste bent en je wilt aftoppen, dan lukt dat wel voor u als grootste. Maar voor sommige kleine partijen betekent dat wel dat ze quasi gans hun financiering kwijt zijn. En als ze dan samenwerken om toch te overleven, dan blijft dat bestaan via omwegen zoals het Senaat en zo meer. Maar wat hier nog niet gezegd is, en wat ik ook belangrijk vind, is dat we op vandaag gewoon te veel parlementsleden hebben. Ik zit in het Vlaams parlement, 124 parlementsleden. Ik heb onlangs in Kortrijk iemand tegengekomen, toen ik een rondleiding gaf in de kerk over de Gulden Sporenslag. Er was een dame die mij zei, en collega, hoe is het? Ik zei, collega. En zei ze, ja, ik zit ook in het Vlaams parlement. Ik zei, oei, ik heb u nog nooit aan het woord gehoord. Ah ja, maar ja, ik werk ik wel achter de schermen mee en dit en dat. Alle sympathie voor die dame. Maar moesten we met 80 Vlaamse parlementsleden zijn, zou niemand zich nog kunnen wegsteken en moet iedereen ook het beste van zichzelf geven. Okay. En heb je ook meer waar voor geld per parlementslid. Dus ik denk dat daar echt ook nog een belangrijke hervorming ligt. Okay. Ik wil het niet te breed trekken, maar er zijn nog 3 mensen die niet aan het woord zijn gekomen. Sociale media, moeten we dat gaan reguleren, die uitgaven, of niet, meneer Warnay? Maar ja, allez, we geven politieke partijen vandaag geld omdat ze iets zouden doen voor jullie. En dat betekent dat men inhoudelijk stevig werk moet leveren. En als je dan dat geld gebruikt om te investeren in een studiedienst, ja, dan denk ik dat dat een goede keuze is. Maar je hebt partijen, en dan zijn dat opnieuw de extreem linkse en de extreem rechtse, die ervoor kiezen om alles op sociale media te smijten. Meer dan 1 miljoen euro per jaar gaat dat. En als de partij die kliks gekocht heeft in India. Nee. Met belastinggeld kliks gekocht in India om de website naar boven te krijgen. Onzin. Klopt, meneer de moderator. Fake news. Het was in Pakistan, het was niet in India. Fake news dat dan opnieuw via Facebook kan verspreid worden. Als Vlaams Belang en PvdA het over sociale media hebben, dan beginnen ze zo wat een kikker in een gelpot te zijn, want dan weten ze niet goed waar ze zich moeten bewegen. Kijk, het is voor mij vrij duidelijk. Je kan bij God niet voor een rijke tax zijn, waarbij dan gezegd, we gaan de allerrijkste multinationals gaan we belasten en dan zeggen, we gaan het belastingsgeld dat we krijgen van de mensen, gaan we zoals PvdA, hup, weggeven aan Mark Zuckerberg, net een van die multinationals. Allee, ofwel heb je principes, ofwel heb je ze niet. En als je principes hebt, dan zeg je, sorry, dan gaan we het geld niet aan Zuckerberg geven, dan geven we het aan een inhoudelijke sterke studiedienst die ervoor zorgt dat er degelijke voorstellen op tafel komen. Meneer Vijs, en dan nog groen om af te sluiten. Dank u. Om te antwoorden op de vraag, wij zijn voor een verbod op politieke advertenties op Instagram en Facebook. Op TikTok kan dat niet op vandaag. Dus dat is eigenlijk
het enige dat TikTok goed doet, denk ik. Maar goed, daarvoor stak ik iets te ver van de Chinese overheid, in tegenstelling tot de twee buitenste hier. Maar waarom doen politici dat? Want dat is eigenlijk de vraag waar we moeten nagaan. Politici gaan altijd, ze hebben dat altijd gedaan, als radio ontstond, toen dat televisie ontstond, zij gaan waar de kiezers zijn. Maar als je daar heel veel geld tegen gooit en dat je dat begint te beïnvloeden, ja, dan is het wel wat gevaarlijk. Dus als ik zie inderdaad, dat voorstel van Brecht is juist, de studiedienst is belangrijk. Maar we kunnen ons inspireren. Kijk naar Duitsland, daar zit er een studiedienst verbonden aan het parlement. Dat wil zeggen dat alle parlementsleden op basis van dezelfde cijfers en documenten moeten debatteren. Ja. Dat zorgt voor een eerlijker debat, want dat sommigen met sommige cijfers afkomen, het klopt niet helemaal. Oké, Groen? Ja, voor ons is het duidelijk. Ik denk dat... Horen jullie mee? Ja. Ja? Oké, maar dus... te luid. Ja, nee, in essentie, overheidsdotaties voor partijen, aftoppen, akkoord. Twee... Een aantal regels over wat je met uw financiële middelen kunt doen, lijkt mij ook logisch. Allee, er zijn nu politieke partijen die appartementsgebouwen kopen om te verhuren. Er zijn mensen die de sociale media rijk maken. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van dat geld. En misschien nog één iets voor de twee buitenste partijen. In een democratie doe je als politicus aan politiek en is er een vrije pers die communiceert over de voorstellen, over de debatten in de parlementen, over de uitwerking van beleid. Maar moesten jullie zich alle twee gedragen als normale partijen die functioneren binnen de rechtsstaat, dan zou dat absoluut niet nodig zijn. Dan zouden jullie perfect ook jullie ruimte krijgen binnen de media. Maar jullie krijgen die ruimte niet, omdat je natuurlijk niet in staat bent om China, Rusland en dergelijke meer te veroordelen. Oké, we gaan het eerste debat hierbij houden. Nu komt er even een interview met een aantal politici. Ik denk met meneer Vermeers, vermoed ik. En wie nog? Kom maar op het podium, hoor. Een 1-op-1 interview, een beetje close. Ja. Pas op, want wij zijn blijkbaar heel gevaarlijk. We zijn daar redelijk weg, vind ik. Mevrouw Nathalie Egermond en meneer Vermeers, zouden jullie naar deze tafel kunnen komen, alsjeblieft? Dat is extreemste toezeggen. Okay. Goedemiddag, mevrouw Nathalie Egermond van de PvdA. Mevrouw Egermond, kunt u zichzelf kort even voorstellen en vertellen wat uw partij doet in 10 woorden? In 10 woorden? Inclusief de voorstelling? Nee. Ah, ja. Hey, ik ben dus Nathalie Egermond. Ik trek de lijst voor de Kamer voor de PvdA. Ik ben spoedarts van beroep. Ik heb 2 kleine kindjes en ik woon hier in Kortrijk. En 10 woorden voor de PvdA. Oké. Sociaal, rechtvaardig, eerlijk, consequent, jeugd, openbaar vervoer, loonsverhoging, koopkracht, eerlijke belasting, vrede. Oké, dank u wel. Dag meneer Wouter Vermeers van Vlaams Belang. Kunt u zichzelf ook even kort voorstellen en ook vertellen wat uw partij doet in 10 woorden? Ja, kort voorgesteld. Mijn naam is Wouter Vermeers. Ik ben kopman van het Vlaams Belang hier in Kortrijk, maar ook in West-Vlaanderen voor het federaal parlement. Ik was voor de politiek ondernemer. Ik ben handelsingenieur van opleiding, economist dus, en ik volg nu de thema's begroting en financiën in het federaal parlement. Als ik mijn partij moet voorstellen in een aantal woorden, dan is het dat wij de uitdagers zijn van de traditionele politiek. Wij willen in dit land een ander en beter beleid. Ik weet niet of dat u kunnen tellen hebt of dat meer dan 10 woorden is. Ik kan het niet. Nu heb ik een vraag voor u, mevrouw. Op de website van de PvdA kunnen we lezen dat jullie een hervorming van het onderwijs willen doorvoeren. De PvdA promoot ook lesgeven in kleine klasjes. Maar het lerarentekort staat het echter in de weg. Hoe willen jullie dit realiseren en is er een concreet plan? Ja. Dat is goed dat dat aan bod komt, want in de thema's kwam het anders niet aan bod. Dus we zitten met een gigantische uitdaging in ons onderwijs. Zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid. Ik heb vorige week van iemand gehoord die zei dat in de lagere school, dat zijn dochter dat het binnenregent in de klas. En als het regent, dat ze dan van klas moeten veranderen. En als het stopt met regenen, dat ze dan terug naar hun klas kunnen. En dat is hier in de buurt. Dus ja, de uitdaging is enorm. Er moet enorm geïnvesteerd worden in ons onderwijs en ook dat lerarentekort. En het feit doordat er zo'n grote klassen zijn,
is het voor leerkrachten wel niet meer te doen. Hè. Op dit moment is de gemiddelde loopbaan van een leerkracht nog geen 3 jaar. Dus ze komen en ze vallen heel snel terug uit, omdat de job gewoon niet meer te doen is. En daardoor gaat de kwaliteit eigenlijk wel echt achteruit. En dat is heel belangrijk, vinden wij als overheid, om daarin te investeren. Want we zijn wel een kenniseconomie en elke euro dat geïnvesteerd wordt in mensen die kunnen gaan studeren, dat halen we er later ook wel terug uit. En wij willen dus specifiek voor dat lerarentekort, dat is een beetje het kip of het ei discussie, maar we moeten naar die kleinere klassen gaan om te zorgen dat die job ook doenbaar blijft. En je moet ook zorgen dat die lonen omhoog gaan, dat er mensen meer komen instromen. En we willen ook een soort van mentorschap, dat als je begint als leerkracht, dat je een jaar tijd ook al betaald wordt. Want nu is dat niet het geval als je stage doet, maar in andere jobs is dat soms wel dat je als je klaar bent, dat je een jaar kunt gaan werken. Als leerkracht dat je al betaald bent, maar dat je eigenlijk nog in opleiding bent. Gelijk dat ik als arts ook als assistent betaald werd, maar nog in opleiding was. Dat je er rustig in kon komen en dat je niet ineens helemaal alleen voor een gigantische klas staat. Dat je het kunt leren, dat je begeleid wordt. Dat je zo bijleert en zo maakt je eigenlijk die job aantrekkelijker. Dat vraagt een investering, maar we hebben die leerkrachten natuurlijk enorm nodig. Dat is een kwestie van keuzes maken van politiek waar dat we ons geld in investeren. Oké, dank u wel, mevrouw. Dan de volgende vraag voor u, meneer Vermeers. Jullie spreuken als Vlaanderen weer van ons en eigen volk eerst impliceren dat veel problemen in onze maatschappij te wijten zijn aan de migratie naar België. Geloven jullie dat een verbod op migratie de wonderoplossing voor alles is? Ik ben heel blij dat u de vraag stelt, want in de thema's die vandaag aan bod komt, komt het belangrijkste thema volgens de kiezers toch als men de peilingen bekijkt, namelijk migratie. Mijn goede vriend Mattie zei het al. Migratie blijkt voor heel wat Vlamingen de inzet te worden van de komende verkiezingen. En inderdaad, u verwijst naar onze slogan Eigen Volk Eerst, die vandaag eerst onze mensen is geworden. Wat is onze analyse van het huidige migratiebeleid? Dat is dat het niet gecontroleerd wordt, dat het vandaag ook niet humaan is. Het is vandaag dat er vele duizenden mensen sterven op de Middellandse Zee. Het is vandaag dat er vele honderden mensen sterven op de Noordzee. Het is vandaag dat mensen in tentjes in Brussel op straat slapen. En dat is niet houdbaar. Maar dat is ook niet meer betaalbaar. Wij hebben vandaag open grenzen. En u weet natuurlijk ook dat als u één iets weet van de politiek in dit land, dan is het dat het geld niet aan de bomen groeit. Integendeel, er is helemaal geen boom meer met geld aan. Die boom is al lang omgehakt en er is een diepe put. We hebben heel wat middelen tekort in dit land. En dus we kunnen natuurlijk niet blijven alles betalen in dit land als we ook de grenzen laten openstaan. En dat is de uitdaging waar wij voor staan. Wij vinden dat de schaarse middelen die er zijn, dat die eerst moeten worden ingezet voor onze mensen. Heel wat andere Europese landen doen dat. En die zeggen eigenlijk, als wij een sociaal systeem hebben, als wij sociale voordelen hebben, dan moeten die in de eerste plaats naar de mensen hebben bij onze eigen bevolking, die jarenlang hebben gewerkt en bijgedragen en die vandaag in nood zijn, vooraleer dat wij kijken naar de rest van de wereld. En wij doen dat niet. Wij doen dat niet uit haat voor de mensen buiten onze grenzen. Wij doen dat in eerste plaats uit liefde voor de mensen die binnen onze grenzen leven. Want dat is vaak de misvatting van de drijfreden voor onze partij. Oké, dank u wel. Ik had nog een tweede vraag. Uw partij wordt ook het Chinees Belang genoemd. Wij hebben onlangs een artikel in de Humo gelezen, waarin staat dat Filip de Winter contacten heeft met met communistische China. Ja, ik kan u heel duidelijk over zijn. Wij hadden dat verwacht. Er is natuurlijk een verkiezingscampagne waar het Vlaams Belang bovenaan de peilingen staat. En wij verwachten in de komende weken en maanden dat er een modderoorlog zal worden gevoerd. Wat heel concreet dit dossier betreft, die vandaag in de Humo is uitgebracht, dat zijn oude aantijgingen die bovendien zijn weerlegd door de procureur-generaal van Brussel. De minister van Justitie zit hier trouwens in ons midden. De procureur-generaal van Brussel heeft die aantijgingen ondertussen vandaag al weerlegd. Maar ik kan ook heel duidelijk zijn wat China betreft. Als u ons werk in het parlement zult bekijken, als u ons stemgedrag nagaat, als u onze tussenkomsten zult bekijken, dan zult u weten dat wij bijzonder kritisch zijn voor die Chinese overheid. En laat mij duidelijk zijn, wij hebben al mensen gehad waarvan zwart op wit zaken op papier staan. Daar heeft de partij onmiddellijk ingegrepen. Bijvoorbeeld de heer Krijlman, die in december in opspraak is gekomen, die is onmiddellijk door Philippe de Winter Don van Grieken uit de partij gezet geweest. En dat is wel belangrijk. Als er zaken zijn die niet door de beugel kunnen, dan gaan wij als partij natuurlijk wel onmiddellijk optreden.
Oké, dank u wel. U mag terug plaatsnemen. Dank u. Tractors en bruggen, overstromingen in België, elk jaar nieuwe recordtemperaturen. Het klimaat komt opvallend veel voor in het nieuws. Maar hoe belangrijk vindt de jeugd dit onderwerp? En hoe zwaar zal dit doorwegen in hun stemgedrag? Vroeger meteen, hoe belangrijk leerlingen het onderwerp klimaat in de politiek vinden. En we zien toch dat de meerderheid het onderwerp vrij belangrijk tot heel belangrijk vindt. Laten we even kijken naar elke enkele opvallende resultaten. De meeste mensen lijken matig tot goed geïnformeerd te zijn. Wat hier wel opvalt, is dat toch een dikke 7% heel bijzonder geïnformeerd blijkt te zijn. Nu, goed geïnformeerd zijn is al een goed begin. Maar we vroegen ons ook af of de studenten vinden dat er genoeg gedaan wordt vanuit de overheid om het klimaatprobleem op te lossen. Als we kijken naar de resultaten, vindt de jeugd toch duidelijker dat er vanuit de overheid nog heel wat werk voor de boeg is. Een groot deel van het klimaatprobleem is toch wel de CO2-uitstoot. Om deze te verminderen, kunnen we enkele diverse energiebronnen overwegen. Een opvallende verschijning hierin is kernenergie. 65% vindt dat kernenergie een deel kan uitmaken van de energiemix. We begonnen met de boerenprotesten in Brussel. En we waren ook heel benieuwd hoe de jeugd kijkt naar de gevolgen van het stikstofakkoord voor de landbouw. En uit de resultaten zien we toch wel dat de meerderheid denkt dat het stikstofakkoord negatieve gevolgen zal hebben. Ziet. Oké, een heel bijna revolutionaire boodschap op het einde misschien. Het gaat over klimaat. Daar moeten we denk ik zeker eens over spreken. Sommige partijen gaan dat misschien belangrijker vinden dan andere partijen. Maar in elk geval, ik denk dat elke politicus wel overtuigd is van het feit dat klimaat een van de grootste uitdagingen is die voor ons staat. Vandaar het debat, meneer Vermeers. Ik begin graag bij u. Hoe denkt Vlaams Belang het klimaat aan te pakken of het klimaatprobleem aan te pakken? Wel, wij vinden als er zaken gebeuren in dit land dat ze moeten voldoen aan drie voorwaarden. Zaken moeten betaalbaar zijn, betrouwbaar en beter voor het milieu. Betaalbaar betekent dat wij niet akkoord gaan met maatregelen die de energiefactuur duurder maken. We hadden onlangs een schooldebat in Blankenbergen en daar werd de vraag gesteld, de juiste vraag, aan de jongeren, aan mensen zoals u. Bent u bereid om meer te betalen voor dat klimaat? En 8 op 10 van de jongeren vond daarvan niet. Ja. Sinds eigenlijk die betaalbaarheid gekoppeld is aan dat klimaat, ja, is dat hele klimaatdebat eigenlijk volwassen geworden en wordt het echte debat gevoerd. Mm-hmm. Dus wij vinden dat maatregelen die de energiefactuur duur maken, bijvoorbeeld, wij zijn daar geen voorstander van. We moeten ook weten dat een elektrische wagen kopen of een warmtepomp kopen, dat voor veel mensen niet weggelegd is. Waar de groenen bezig zijn met het einde van de wereld, zijn sommige mensen in dit land bezig met het einde van de maand. Tweede zaak, die betrouwbaarheid. Ik ben zelf ondernemer geweest. Ik had een bedrijf die bezig was met de installatie van zonnepanelen. En ik geloof echt in die hernieuwbare energie. Maar we moeten heel duidelijk zijn. Je kan als het donker of slecht weer is en wind stil is, zal die hernieuwbare energie niet voldoende leveren. En dus hebben we een vaste stroombron nodig die jarenlang verwaarloosd is in dit land. En dat is die kernenergie. Wij geloven dat als een oplossing in de mix samen met hernieuwbare energie en kernenergie. En ten laatste, het moet ook beter zijn voor het milieu. Wat deze regering doet, is omdat ze jarenlang niet
geïnvesteerd hebben in kernenergie, moeten ze gascentrales bouwen die enorm veel miljoenen, vele miljoenen euro's aan subsidies opslorpen en tonnen CO2 de lucht inblazen. Dit is voor ons niet de oplossing. Okay. Dit is niet beter voor het milieu. Daar zou kernenergie een veel betere oplossing zijn. Dus het mag niks kosten daar. Dat is ongeveer de kern van wat u zegt. De factuur van de burger mag niet nodeloos verhoogd worden door een aantal maatregelen. En wie moet dan wel betalen, die klimaatinspanning? Men mag de mensen niet op kosten jagen. En wij geloven dan ook in technologie en ondernemerschap en innovatie om dat te doen. Okay. We moeten veel meer vertrouwen hebben in de bedrijven die bezig zijn met die hernieuwbare energie bijvoorbeeld, dan mensen bijvoorbeeld gaan verplichten om bepaalde ingrepen te doen. Bijvoorbeeld een warmtepomp te kopen die ze vandaag niet kunnen betalen. We moeten vertrouwen hebben dat er voldoende installateurs zijn van warmtepompen en dat die prijs op die manier zakt, zodat het betaalbaar wordt voor een groter deel van de bevolking. Betaalbaarheid, mevrouw Eggemond, ook voor jullie partij denk ik belangrijk. Jullie hebben een groen elementje in jullie partijlogo geïntegreerd, denk ik. Het is wel een nieuw logo, maar... Ja, oké. Okay. Maar betaalbaarheid is belangrijk ook voor jullie. Hoe zien jullie dat concreet, dat klimaat redden? Waar denken jullie vooral aan? Zeker wel betaalbaarheid, maar ik vind wel in wat Wouter zegt, ontbreekt wel de ambitie. En je kunt heel het debat voeren over wil de burger al dan niet betalen, maar het debat is ook, doet de overheid genoeg om de klimaatcrisis aan te pakken? En daar heb ik u niet over horen spreken. En ons standpunt is wel, de overheid doet onvoldoende. We hebben hier 4 ministers van klimaat en we hebben een nul klimaatbeleid. We betalen zelfs boete. 1 miljard euro per jaar moeten we boete betalen aan Europa omdat ons klimaatplan onvoldoende is, omdat we niet doen wat we moeten doen. Dus dat is het eerste debat wel, dat de ambitie omhoog moet. Want we moeten wel dat probleem aanpakken, want het zijn overal de werkende klasse die dat het slachtoffer wordt van de klimaatrampen. En ten tweede is er inderdaad het debat over, als we dan zeggen we gaan er iets aan doen, wie gaat er dat dan betalen? En het probleem is nu inderdaad dat de factuur wordt doorgeschoven naar de gewone mensen. Er is geen openbaar vervoer en als je dan met je auto moet gaan werken, dan is het kilometertax. Ja, dat kan natuurlijk niet. De overheid moet keuzes maken voor het investeren in klimaat, zodat de gewone mensen er ook op vooruit gaan. Investeer in dat openbaar vervoer. Het is niet enkel de lijn die niet rijdt, maar ook op federaal niveau, de NMBS, de laagste stiptijd ooit en de ticketprijzen gaan omhoog. Wij betalen hier eerste klas tickets voor derde rangs kwaliteit. En ook bijvoorbeeld, mag ik een laatste voorbeeld geven van zo wat dat die betaalbaarheid is, hè? Want er is hier ook gesproken over warmtepompen en isolatie van huizen. Tegenwoordig is het voor heel veel jonge mensen niet meer te doen om nog een huis te kopen. En als je er dan een koopt, is dat één dat eigenlijk van heel slechte kwaliteit is, dat dus nog moet gerenoveerd worden en daardoor heb je hele hoge energiefacturen. De overheid heeft onvoldoende gedaan in die factuur. En wat dat wij willen doen dan, concreet, is een openbare bank oprichten, dat heel dat bedrag van die renovatie voorschiet. Zo zorgen we ervoor dat alle jonge mensen een huis kunnen kopen en dat dat ook gerenoveerd is en dat de energiefacturen dalen. En daarvoor heb je dan bijvoorbeeld 10 miljonairs straks nodig om dat te kunnen voorschieten. En dat is het debat over ambitieus en betaalbaar. Oké. Meneer Vijs, u hoorde het al een beetje. Wij zijn bezig met het einde van de wereld, maar ook met het einde van de maand. Dat is een beetje een slogan die hij ontleend heeft aan een voormalige voorzitter, denk ik, van Vooruit. John Crombé zei dat ook op een bepaald moment. Denkt u dat nog altijd? Moeten we ook denken aan het einde van de maand of moeten we toch iets ambitieuzer durven zijn? John heeft altijd gezegd dat we de twee moeten combineren. En dat is wel iets dat we wel moeten doen. De politiek die moet vooruitkijken. Wij moeten de toekomst voorbereiden. En ik denk als het gaat over het klimaatbeleid, laten we dan eerst een keer kijken naar de 3 zaken waarvan dat ik toch hoop dat iedereen hier aan tafel het eens is dat het probleem is dat we moeten oplossen. Het eerste is dat elektrische toekomst is en dat dat niet dode plantjes, fossiele brandstoffen in auto's blijven pompen is. We moeten die weg uit. Is iedereen het daarover eens, denkt u aan het veel tafel? Minder emissies. Ik denk dat er overheen aan een mazout of een dieselwater? Een beetje soms. Het probleem is dat men nu de diesel en de benzine volledig wil afschaffen. Daar gaan wij natuurlijk niet mee akkoord met een compleet verbod. Met een compleet verbod van diesel en benzine gaan wij niet akkoord. Het tweede punt. De gevolgen tonen zich al. Overstromingen, hittegolven. Ik denk dat iedereen, heel de vakantie, ziet overal bosbranden. Die regenbommen, die overstroming dat we gehad hebben, het klimaat is aan het veranderen. En als we niet meer doen, dan gaat dat erger worden. Ik denk dat ook daar iedereen over akkoord is. En dan het derde, dat is... Hoe langer we wachten om iets te doen, hoe duurder dat het gaat worden. Als je het nog een keer het spel laat overstromen in de Dender, gaan we misschien 7 miljard kosten hebben om al die woningen te herstellen. Dus daar moeten we iets aan doen. En dan zie ik 2 fouten die andere partijen vaak maken. Het ene is, dat moest door rap niet gaan, ça va wel, dat komt wel vanzelf in orde. En dat is wat ik een beetje hoor bij Wouter. Hè. Ja,
de burger, dat mag hem niets kosten. Warmtepompen moeten zorgen dat we die warmtepompen betaalbaarder maken, dat je kunt investeren. Want hoe vroeger je een warmtepomp steekt, hoe vroeger je lagere energiefacturen hebt. Deze regering, deze Vlaamse regering, heeft veel te lang getalmd, doet te veel van hetzelfde. Dat zijn premies, de burger moet het voorschieten. En dan het andere is, ja, dat niet inzetten op dat klimaatbeleid. Hè. Dat zeggen van, het maakt niet uit, wat China bouwt toch kolencentrales voor. Maar weet je waar China heel goed in is? In elektrische bussen bouwen, in elektrische wagens bouwen. Dus als we niet vooruitlopen, als we niet nu investeren, als we nu dat klimaat niet serieus nemen en het betaalbaar houden voor zoveel mogelijk mensen, dat is inzetten op de twee, okay. Ja, dan steekt de Verenigde Staten naar China ons links en rechts voorbij. En dat is ook niet goed, we moeten denken aan het Europees belang in deze wereld. Okay. Dus laten we daar een keer over nadenken, hoe dat we dat beter kunnen doen. We hebben heel veel tijd verloren met deze Vlaamse regering. Okay. Dus wel. Van Gaal mocht failliet gaan. Ja, vaker. Meneer Van Quickenborne, ik kom bij u. Soms lijkt het alsof Open VLD, wanneer de verkiezingen naderen, iets minder groen wordt dan wanneer ze in een regering treden. Is dat zo? Nee, we hebben veel gedaan voor het klimaat. Maar de vraag is natuurlijk hoe je naar kijkt. Het is juist dat de uitdagingen groot zijn. Hè. De beelden spreken voor zich. Hè. Maar waar ik een lak aan heb, is het doemdenken dat er sommigen wordt opgehangen. Hè. Als mensen zeggen van ja, je moet eigenlijk minder vlees gaan eten, dan moet eigenlijk niet meer verplaatsen. Sommige partijen pleiten zelfs, ter linkerzijde, voor zero groei of minder groei. Hè. Men zegt, het is alleen door minder te groeien dat we eraan geraken. Dat is absoluut de oplossing niet. Ik vind ook dat je moet kijken naar die dingen die wel aan het lukken zijn. Bijvoorbeeld elektrische wagens. Elektrische wagens, daar was 10 jaar geleden geen sprake van. Vandaag is 20% van de auto's die op de markt komen, is elektrisch. En hoe komt dat? 1, omdat wij met de regering de bedrijfswagens zo hebben hervormd dat er een enorme push is gekomen. En 2, en men lacht er soms over, maar als je kijkt naar de prijs van elektrische wagens in ons land, gaan die naar beneden, omdat 1, de Vlaamse regering een premie heeft voorzien, en 2, omdat er druk staat op de markt om onder de 40.000 euro te duiken, wat betaalbaarder wordt voor mensen. Tweede voorbeeld, kernenergie. Heel veel en lang discussie over geweest, maar wij zijn erin geslaagd om met deze regering de kerncentrales, de twee jongste kerncentrales, te verlengen voor 10 jaar. En als het van ons afhangt, moet je aan die kernenergie ook toekomst geven. Er zijn op dit ogenblik mogelijkheden om met wat men noemt kleine reactoren, de small modular reactors, ja, zoals dat heet, om dat een kans te geven. En we zien dat bijvoorbeeld Tractebel, een bekend Belgisch bedrijf, aankondigt dat tegen 2035 men die nieuwe centrales kan bouwen. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dat kleine centrales zijn die kunnen worden geproduceerd in serie. Dat betekent dat alle kosten die normaal gepaard gaan met unieke kerncentrales, dat we die kunnen ondervangen door dat nieuw systeem. Okay. En mijn pleidooi is een pleidooi voor optimisme en geloof ook in vooruitgang. Bedrijven kunnen vandaag dingen oplossen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het debat over plastic. Hè? Iedereen weet dat wegwerpplastic dat slecht is. Maar je hebt voor bepaalde toepassingen nog altijd plastic nodig. Hard plastics, bijvoorbeeld voor computers of voor dashboards in auto's. En dan heb je sommige partijen die zeggen, je moet de industrie wegjagen uit ons land. De partijen ter linkerzijde zeggen, wat er gebeurt in Ineos in Antwerpen is een probleem, Arcelor is een probleem. Wij zeggen, laat die bedrijven hervormen, zodat ze minder CO2 uitstoten en dat ze toch hier blijven. Okay. Dat is hetgeen wat we doen. Geloof in vooruitgangsoptimisme. De mensheid heeft het altijd kunnen oplossen en zal het nu opnieuw ook kunnen oplossen. Okay. Weet je, dat was de Club van Rome in de jaren 70, toen wij geboren werden. Die zeiden, binnen 34 jaar gaat de wereld verhaal. Daar zal niks meer over blijven. Wel, kijk waar we vandaag staan. Het is nog nooit zo goed geweest in ons land. Dus meer vooruitgangsoptimisme, geloof in innovatie en technologie. Dat moeten we doen. Het is toch zever van u te zeggen, binnen 10 jaar komt er een technologie dat gaat oplossen. Er bestaan al windmolens en zonnepanelen en jullie zitten in alle regeringen en er zijn er onvoldoende gebouwen. Maar mevrouw, de windenergie, 15 jaar geleden, is België het eerste land geweest met windenergie op zee. Onze zee is volgebouwd. En vandaag zijn wij pionieren windenergie. Wie heeft er dat gedaan? Dat wij gedaan. Maar jullie komen. De zonnepaneel zijn vandaag nog nooit zo goedkoop geweest. Investeer in een zonnepaneel. Dus kijk naar de resultaten. Dat is hetgeen wat we gedaan hebben. Heb je dan een miljard euro boete? Meneer Warnier. Ik denk dat we ook een keer mogen trots zijn op wat dat ons Vlaanderen allemaal doet. Ik wil gerust eens samen met u, Nathalie, naar Oostende gaan. Naar het Oostend Science Park. We hebben daar toptechnologie. Van heel de wereld komen ze kijken in Oostende om te zien hoe dat wij omgaan met waterstof, met windenergie. Wij zijn daar de top van de wereld. Ik denk dat we ook een keer mogen trots zijn op wat dat er doet. Maar de essentie van het probleem, is er een klimaatprobleem? Ja, uiteraard. Moeten we daar iets aan doen? Ja, uiteraard.
Moet dat betaalbaar zijn? Ja, uiteraard. Maar ik heb het wel een beetje moeilijk met iedereen die hier met een vingertje zit te wijzen en te zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag geen vlees meer eten, de ondernemers mogen dat niet meer doen, de boeren mogen van alles en nog maar niet meer doen. Ondertussen laten we onze biefstukken van Argentinië naar hier komen, biefstuk eten uit Argentinië, CO2, echt zero, houdt men daar rekening mee, terwijl onze boeren hier, onze ondernemers hier, met toptechnologie, innovatief bezig zijn om eigenlijk te produceren in ons eigen land, strategisch. Ik denk dat we daar wat trotser mogen op zijn. En niet altijd zeggen, overal is het beter en laat ons maar importeren uit andere landen. Okay. Daar doe ik niet aan mee. Oké. Okay. Wat eco-realistischer discours. Uw partij is daar ooit mee, denk ik, naar voren gekomen. Heel uitdrukkelijk, meneer Ronsen. Ik vermoed dat u dit graag hoort. Hè. Kernenergie, moeten we investeren en zo verder. Kerncentrales misschien langer open houden, nieuwe gaan bouwen zelfs. Wat denkt u daarvan? Maar misschien eerst rechtzetten, ik ben niet in de jaren 70 geboren, maar in de jaren 80. Maar tot daar... Boetika is ook wel van de jaren 80, hè. Ja. Ik krijg geen spreektijd meer. Excuseer, ik had gekeken naar uw hoofdhaar en mijn foto. Ik denk dat Vincent geen spreektijd meer krijgt. Nu, over energie en klimaat... Ik vergelijk dat altijd met een sportclub. Als je een sportclub coacht en je wil resultaten behalen, en je zegt als coach van, we gaan dat doen, en je spreekt met niemand van je team, en je zegt gewoon van, tegen dan moeten we daar staan, we gaan het zo doen, de tactiek, en je hebt niet de harten en de zielen van je ploeg mee, dan gaat het nergens geraken. Ik denk dat we het allemaal eens zijn dat er verandering moet komen. Maar als je verandering wil, dan moet je vooral niet in Europese torens, papieren, beslissingen nemen, die mensen verarmen, die mensen het leven moeilijk maken en vooral mensen wegduwen van het doel dat je wil. Dat is één. We moeten veel pragmatischer zijn. Vandaar bijvoorbeeld, er waren stemmen die opgingen om ervoor te zorgen dat elektrische auto's, dat je eigenlijk vanaf 2029 geen andere auto meer mag hebben dan een elektrische auto. Ten eerste, onze laadinfrastructuur zal tegen dan niet voldoende zijn. Ten tweede, de betaalbaarheid, daar is er ook nog werk aan. Ze hebben gezegd, laat ons dat voorwaardelijk maken. Twee, kernenergie. Het is hier al meermaals gezegd. Ik wil wel een keer kijken in de zaal. Wie gelooft dat op dit moment kernenergie beter is dan energie uit gascentrales? Dus gascentrales of kernenergie? Kernenergie. Dus kernenergie stikt de hand in de lucht. Het panel mag ook meedoen met de stemming. Gascentrales of kernenergie? Maar dat is niet het debat. Hernieuwbaar. Wie stemt er voor kerncentrales? Wie stemt er voor gascentrales? Ik zie bijvoorbeeld dat Groen en PvdA voor niks gestemd hebben. Dus die zeggen eigenlijk... Bedoel, het is wetenschappelijk bewezen dat kernenergie superproper is. Dat op dit moment, als we ons veilig en betaalbaar willen laten bevoorraden en het niet uit Rusland willen laten komen, dat we daar moeten verder in investeren. Wij leggen nu al week na week in het federaal parlement een wet op tafel die ervoor zorgt dat we de kernuitstap, want de federale regering heeft beslist dat we een kernuitstap doen. Dat betekent dat er geen nieuwe kerncentrales meer gaan mogen gebouwd worden. Wij leggen in het parlement week na week voor om die wet af te schaffen. Want als we dat niet doen, dan gaan de komende jaren er opnieuw van die vieze, vuile gascentrales komen, collega Van der Malen, die mega veel uitstoten en die uw klimaatdoelstellingen gaan verminderen. Okay. Dus mijn oproep aan de collega's, als ze het echt menen met klimaat, is om volgende week onze voorstellen om die kernuitstap, om dat te stoppen en over te schakelen op kernenergie, eindelijk mee te stemmen. Oké, meneer Van der Malen, ik voel een antwoord komen. U zit al een tijdje te schrijven. Komt eraan nu? Ik denk natuurlijk, milieu, natuur, duurzaamheid, de toekomst. Ja, dat zijn de kernwaarden van mijn partij natuurlijk. En ik zal eerst beginnen met kernenergie, omdat we het daarover hadden. Wij zijn in deze federale regering geconfronteerd geweest met de grootste energiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En wij zijn niet dogmatisch geweest. We hebben niet gezegd, we gaan onze kop in het zand steken. Nee, we hebben gezegd, kijk, er zijn twee kerncentrales die we een tijd langer kunnen openhouden. Ja, daar is wetenschappelijke evidentie voor. Hebben we dat ook gedaan? Ja, vind ik dat tof? Nee. Maar kon het anders? Nee. Ja. De vorige regering had de ambitie om 9 gascentrales te bouwen. En we hebben gezegd, we gaan dat niet doen. We gaan 2 gascentrales bouwen. En daarmee kunnen we inderdaad
momenten opvangen. Want ik vind het een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat bij niemand het licht uitgaat. Dus dat hebben wij gedaan. Maar u stelt het hier voor alsof we moeten kiezen tussen gascentrales en kernenergie. Maar dat is natuurlijk een foute voorstelling. Het gaat erover, en dat is het beleid dat deze federale regering gevoerd heeft, dat wij gevoerd hebben vanuit Groen, dat is wind, zon en andere energiemixen om die allemaal aan elkaar te hangen in een Europees netwerk. Zodanig dat als het hier niet waait, we de energie van elders kunnen importeren. Dat lukt in heel veel gevallen, maar dat lukt niet altijd. Daarvoor zijn er dus gascentrales die we snel aan en af kunnen leggen, in tegenstelling tot kerncentrales. Ja. En dan kom ik bij de kleine kerncentrales waarover het dan vaak gaat. Ja, als er een kleine kerncentrale bestaat die proper is, die dus geen afval produceert, waarvan we dat afval veilig kunnen wegbergen, ja, die veilig is voor de omgeving. Want ik heb hier gezien dat er veel mensen voor kerncentrales zijn. Misschien de vraag, wie wil zo'n kerncentrale in zijn achtertuin? Bij wie gaan we die kerncentrale zetten? Dan het aantal mensen dat stemt voor een kerncentrale in de eigen achtertuin is veel, veel kleiner. Ja, goed. Wat, tot zover kernenergie, maar ik zou graag ook nog iets zeggen over het algemeen thema. Mag ik even reageren op wat hij zei? Ik wil ook overachter. Ik wil ook wel een keer reageren. Meneer Van der Malen, als u dan de vraag krijgt... Als u dan de vraag krijgt, er komt een nieuwe regering aan. Als u dan de vraag krijgt, gaan we kerncentrales dan langer in leven gaan houden? Want we gaan dat niet weten. Over een paar maanden weten we niet of we kernmateriaal veilig kunnen stockeren of veilig genoeg kunnen stockeren, daar nooit geen last meer. We gaan dat niet weten. Ja, maar de huidige kerncentrales kunnen niet... De twee die veilig te verlengen zijn, die zijn verlengd. De andere kunnen onmogelijk veilig verlengen. Dus dat gaan we niet doen. Ik wil erop wijzen dat deze regering ook beslist heeft om 100 miljoen euro te investeren in onderzoek naar die nieuwe kerncentrales. Dus wij zijn daar niet mordicus tegen, maar wij stellen wel randvoorwaarden. En als daaraan voldaan wordt, dan geen probleem voor ons. Okay. Ik wil dat toch nog even van de gelegenheid gebruiken. Maar allez, Matti, we zijn nu aan het afstevenen. Sowieso, ook al hadden uw Europees netwerk en ook al blaast de wind, like gisteren, aan 100 per uur bij wijze van spreken, sowieso gaan we naar een zwaar tekort aan energie. Maar van waar komt de brandstof voor uw kerncentrales? Mag ik uit Rusland komt ze. Uit Kazachstan. Dus, sorry, Australië. Maar je hebt geen energieonafhankelijkheid met die kerncentrales. Maak dat de mensen niet wijs. Misschien eerst even meegeven, Matti. Een micro zorgt ervoor dat uw stem luid door de zaal komt. Dus je moet niet roepen door een micro. We gaan naar een zwaar tekort. Dat zal dikke, dikke miserie zijn. Alle windenergie, zonne-energie gaat dat niet verhelpen. Kleine kerncentrales gaan dat ook niet kunnen opvangen. Als we nu beslissen om die kernuitstap stop te zetten en toch door te gaan met kerncentrales, dan zal dat minder CO2-uitstoot betekenen, geen vuile vieze gascentrales en gaat men betaalbare, propere energie hebben en kunt u tegelijk met geld van uw gascentrales nog meer investeren in windmolens en zonnepanelen en andere toestanden. Dus mijn vraag is nogmaals, hoe kan u dat rijmen met uw groene gedachtegoed? Hoe kan u als groene kiezen voor vuile gascentrales en uitstoot? Bent u dan zo blind? Ik ben niet blind. Ik denk dat wij, als ik zie, deze regering opnieuw heeft windenergie op zee maal 3 gedaan, bijvoorbeeld. We gaan naar maal 4 voor windenergie op zee. Dat is technologie die wij aan het exporteren zijn over de hele wereld. Komt men kijken omdat wij dat in Vlaanderen op de kaart zetten. Zal het genoeg zijn alleen met windenergie? Nee, ik ben het daar volledig mee eens. En dus, die gascentrales zijn er in een overgangsfase om tijdelijk te pieken te kunnen opvangen. Maar de kerncentrales die op vandaag niet verlengd worden, daar zijn tonnen wetenschappelijk onderzoek over, die zijn onmogelijk veilig te verlengen. Dat zijn de scheurtjesreactoren. Sorry, maar dat is technologie die gebouwd is voor 30, 40, 50 jaar, die zijn levensduur gehad heeft. Met alle respect, maar je kunt dat onmogelijk op een veilige manier langer gebruiken. En mag ik nu nog iets zeggen over klimaatbeleid in de breed? Want ik hoor hier alle collega's... Een paar zinnen, meneer Van der Malen. Ja, maar goed, ik hoor hier alle collega's over duurzaamheid. En ik ben heel blij, even blij of met wat ik hoor van de leerlingen die zeggen, okay, wij vinden dat nog steeds belangrijk. Want ik voel dat er zijn klimaatsaboteurs, hier aan tafel ook. Er zijn mensen die beginnen twijfelen. Ik zie dat de Vlaamse regering bijvoorbeeld bespaart op de lijn, maar wel budgetten geeft voor mensen in een elektrische auto te steken van 40.000 euro. 1,5 miljard euro bijgestoken in de lijn. Dat we daar verkeerde keuzes maken. Okay. Mijn partij is voorstander van een haalbaar en betaalbaar klimaatbeleid dat mensen zegt,
De meest ecologische keuze is de meest logische keuze. Wordt ook de meest betaalbare keuze. En niet langer in het individueel schuldmodel van jij moet het zelf helemaal alleen oplossen. Nee, okay. Het is de overheid die voor begeleiding moet zorgen zodanig dat iedereen mee kan om die transitie te maken. En niet alleen de rijken, wat het beleid is van de huidige Vlaamse regering. Oké, okay, dat is een duidelijke boodschap. Ik ga dit debat voorlopig afronden. We komen nog zeker op mobiliteit terug. We kunnen daar dan wat uitgebreider over klimaat nog ingaan. Juliette, het is aan jou om een aantal mensen heel persoonlijk te interviewen. Groen, CD&V en Open VLD, die mogen aan de tafel komen staan. Inderdaad. De Vivaldi's. Ja, tuurlijk. Wat dat? Nee. Heel respect, hè. Ja, vorige keer ook. Ja. Goedemiddag. Vorige keer wat dat Mattie van der Malen van Groen, u hoort de vraag waarschijnlijk al komen. Kunt u zichzelf even kort voorstellen en daarna ook meedelen waar uw partij zich mee bezighoudt in 10 woorden? Oké, okay, ik ben Mattie van der Malen. Ik ben papa van 2 kindjes, zit in de gemeenteraad in Kortrijk. Werk voor vicepremier Petra de Sutter op het kabinet. En ik sta op de eerste plaats voor de verkiezingen voor de Kamer, voor Groen. Mijn partij in 10 woorden, eerlijk klimaatbeleid dat betaalbaar is, betaalbare en haalbare zorg voor iedereen en eerlijke kansen voor iedereen. Dank u wel. Meneer Van Quickenborne, dezelfde vraag. Zelf vraag je hem voorstellen. Ja, ik ben Vincent Van Quickenborne, ik ben burgemeester in de stad Kortrijk. Ik ben vader van 3 kinderen. Ik zit in het parlement, in het federaal parlement en ik sta op de eerste plaats voor de verkiezingen op 9 juni voor de Kamer. Mijn partij Open VLD staat voor vrijheid en voor vooruitgang. De laatste jaren zijn de mensen erop vooruit gegaan, economisch en ethisch. Dat is omdat mensen vrijheid krijgen, kansen grijpen. En we willen al die mensen die werken, die willen werken en die gewerkt hebben, ondersteunen en blijven steunen. Meneer Warnee. Ja, ik ben Brecht Warnee. Ik ben vader van, niet van 2, 3, dan 4, nee, 2 kinderen. Ik ben van Wingenen, ik ben schepen. Ik kom uit Universiteit Gent. Ik was vroeger professor aan de Universiteit Gent, dan 5 jaar in het parlement. En vandaag ben ik opnieuw kandidaat voor het Vlaams parlement van op de 4e plaats. Mijn partij in 10 woorden. Ik denk dat CD&V de enige partij is die ook luidop in het parlement zegt dat er meer respect moet zijn voor West-Vlaanderen. Dat betekent dat er meer centen naar onze provincie moeten komen en dat niet alles naar Antwerpen en Gent moet gaan. Dank u wel. Een van de onderwerpen die in onze enquête sterk bevraagd is, maar die niet in het debat zelf naar voren komt, is mentale gezondheid. De politiek is een harde wereld. Dat zien wij op tv en voelen jullie ongetwijfeld nog veel meer. Beïnvloedt uw werk als politicus uw mentale gezondheid? Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk geen parlementair of minister of burgemeester, zoals de collega's. Maar het is soms wel stevig om zaken te incasseren. Je krijgt mails van mensen met hele persoonlijke verhalen. Je wordt heel persoonlijk ook aangesproken met zaken. En soms is dat lastig, maar als je je goed omringt, en als je een beetje olifantenvel hebt, en ik weet dat pleit eigenlijk niet voor de politiek, maar het is toch nodig een beetje olifantenvel om niet alles mee naar huis te nemen. Maar ik denk dat dat trouwens voor heel veel beroepen zo is. Kunnen jullie daarvan meespreken? Goh, mijn mentale gezondheid, daar valt eigenlijk wel nog goed mee. In die zin dat ik put nogal veel energie uit onder de mensen zijn. De weekend van een politieker, dat ziet eruit als rondlopen en weg zijn. Maar dat is voor ons wel het moment. En ik vind dat toch een fijn moment om tegen mensen te spreken. Mensen komen met problemen, die kan je vaak oplossen, niet altijd. Maar die zeggen ook wel een keer goed gedaan. En dat is eigenlijk voor mij... Maar misschien, ik heb nog niet zoveel jaren op de teller als de heer Nier, dus voor mij valt dat wel mee. Meneer Van Quickenborne, hoe zorgt u ervoor dat u en uw collega's elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven in de politiek? We heel veel hoesting hebben in politiek. Ik vind dat de mooiste métier die er is. Het is soms hard. Maar het allerbelangrijkste is dat je mentaal welzijn ook voor jonge mensen mogelijk maakt. Vanmorgen was er een actie van Q Music met Dina Tersago. Hier in Kortrijk om meer aandacht te geven aan mentaal welzijn bij jonge mensen. En we hebben daar met de regering ook iets aan gedaan. Als je vandaag naar de psycholoog gaat, wordt dat terugbetaald. Waardoor dat mensen ook beter gewapend zijn. Onderschat dat niet. Ik denk dat de druk onder meer van sociale media op jonge mensen... Dat is iets wat wij 10, 15 jaar geleden bestond. Vandaag is sociale media deel geworden van het leven.
En mensen gaan elkaar vergelijken met elkaar. En dan denk je van, nou, hoe kun je mensen weerbaarder maken? Hoe kun je ze sterker maken? En wij gaan voor het Kortrijk is kandidaat om culturele hoofdstad te zijn in 2030. En ons thema is mensen meer weerbaar maken en minder afhankelijk maken van dat soort zaken. Dus ik denk dat inzetten op mentaal welzijn voor iedereen, dat iets is wat dat meer dan ooit hoog op de agenda moet staan. Oké, dank u wel. Meneer Van de Malen, er wordt al lang gezocht naar een oplossing voor het klimaatprobleem. Toch blijft deze kwestie in de politiek, omdat sommige maatregelen de populariteit van de politici tegenwerken. Hoe wil Groen ervoor zorgen dat de niet zo populaire maatregelen om het klimaat te redden toch doorgevoerd worden? Ik denk dat de baseline waar wij deze verkiezingen mee naar de kiezer trekken, is een eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. En ik denk dat daar de essentie in verwerkt zit, namelijk de meest ecologische keuze, dat moet ook de meest logische keuze zijn. Dat moet de meest betaalbare keuze zijn. Op vandaag is een keuze voor ecologie vaak een moeilijke keuze, een dure keuze. En dat is een probleem, denk ik. En vandaar, wij geloven als partij heel sterk in collectieve oplossingen. In plaats van geld te investeren in het aankopen van elektrische wagens, zouden wij meer budget geven voor de lijn bijvoorbeeld, zodanig dat we op een goede manier een goede dienstverlening hebben van het openbaar vervoer. Ik denk dat daar veel meer oplossingen liggen dan in het individueel ondersteunen van die individuele keuzes die dan eigenlijk nog voor de meest rijke mensen in onze samenleving zijn. Meneer Warnet, als we kijken naar de toekomst, staan naast het klimaat ons ook nog enkele andere problemen in de weg. Eén daarvan is vergrijzing. Er zijn steeds meer gepensioneerden in verhouding met het aantal werkenden. Is er een wereld waarin de CD&V migratie als een oplossing tegen vergrijzing ziet? Maar ik denk als je hier in West-Vlaanderen rondloopt en je spreekt met ondernemers, dan vragen zij om mensen die bij hen aan de slag kunnen. En ik denk dat wij ja durven moeten zeggen als er in bepaalde sectoren mensen, arbeidskrachten tekort zijn, als er banden in fabrieken stil liggen omdat er gewoon geen mensen zijn om aan te werken, dan moeten wij durven zeggen ja, wij gaan voor gecontroleerde migratie. Maar ik denk daarnaast dat we ook niet alleen naar het buitenland moeten kijken, maar we moeten ook naar Wallonië kijken. Er komen heel wat mensen hier werken vanuit Frankrijk, maar vanuit Wallonië vinden we niemand. Dat is niet oké, dat is niet correct. We moeten zorgen dat onze Waalse vrienden ook hier in Kortrijk komen werken. Dank u wel. We gaan nog even terugkoppelen naar de enquête. Meneer Van Quickenborne, deze vraag sloot onze enquête af. Vind je justitie rechtvaardig? U ziet dat meer dan 50% van de jongeren 5 of minder antwoordt. Jongeren vinden dus justitie absoluut niet rechtvaardig. Hoe kunt u dit als voormalig minister van Justitie verantwoorden? Ja, die enquête zegt inderdaad wat jonge mensen voelen. En er zijn een aantal uitspraken geweest, recentelijk, waarvan de jonge mensen zeggen, hoe is dat godsnaam mogelijk? En ik denk dat het probleem ligt in het feit dat justitie er onvoldoende in slaagt om de beslissing die ze neemt, om die ook uit te leggen aan de mensen. Vandaag halen veel van de mensen hun informatie van sociale media, niet via de klassieke media. Eigenlijk zou justitie daar actief moeten op zijn. Zou justitie veel sneller ook beslissingen moeten kunnen uitleggen. Want, en dat is wel belangrijk, als men denkt dat justitie niet meer onafhankelijk moet zijn. Sommigen beweren, het Vlaams Belang zegt, justitie in ons land is door en door rot. Door en door rot. Maar er zijn dus landen waar justitie niet onafhankelijk is. Waar justitie afhankelijk is van de politiek. Landen zoals China bijvoorbeeld, waar meneer Vermeers wel mee verwant is. Landen zoals Rusland bijvoorbeeld. In Rusland worden politieke opponenten opgesloten omwille van het feit dat justitie een verlengstuk is van de politiek. Dus ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. Justitie moet haar beslissingen sneller en beter uitleggen. En twee, politici moeten altijd de rechtsstaat verdedigen. Want zonder rechtsstaat heb je geen democratie. En hebben de scholieren het dan bij het rechte eind als ze zeggen dat justitie een klassejustitie geworden is? Wel, kijk, dat is een zeer goede vraag. De vraag is natuurlijk, wat bedoel je met klassejustitie? Hey, sommigen hebben gezegd, er is klassejustitie omdat bijvoorbeeld in de zaak van de Reuzegommers en ACID, die twee die vergeleken worden met elkaar, zegt men, ja, kijk, de Reuzegom, dat was klassejustitie en ACID, dat is iets anders geweest. Maar als men dan zegt, wat bedoel je met klassejustitie, zeggen sommigen, ja, hebben ze wel toegang tot een goede advocaat? Wel, in beide zaken had men toegang tot een goede advocaat. Twee, zegt men, is er klassejustitie omdat de straffen anders zijn? Men zegt dan, de Reuzenhommers hebben maar een werkstraf gehad en ACID heeft de veroordeling gehad, weliswaar met uitstel. Maar als je dan hoort dat ACID eigenlijk geweigerd heeft een werkstraf te aanvaarden, dan zie je ook weer dat daar nuance is. Dus met andere woorden,
Als justitie haar beslissingen goed uitlegt, goed motiveert, dan denk ik wel dat je mensen kunt overtuigen. Dank u wel. Jullie mogen terug plaatsnemen aan de tafel. Het volgende thema was mobiliteit. Het eerste wat we gevraagd natuurlijk is weer, is mobiliteit belangrijk in de politiek? En daar is er wel duidelijk, de meerderheid die vindt dat mobiliteit een belangrijk onderwerp is in de politiek. Dan de opvallende resultaten. De eerste vraag was, is goed toegankelijk is het openbaar vervoer? Waar dat de meerderheid eigenlijk wel zegt dat het openbaar vervoer redelijk toegankelijk is. Maar dat gaat hier niet over de prijzen. Want ik denk dat iedereen wel weet dat de prijzen toch wel zijn gestegen met het openbaar vervoer. En als wij dat ondervragen, vindt de meerderheid op dit moment wel dat het openbaar vervoer te duur is geworden. Maar niet alleen de prijzen zijn veranderd, ook het vervoersplan is aangepast geweest. Als wij daar een vraag over stellen, zegt ook de meerderheid dat ze eigenlijk niet akkoord gaan met het nieuwe vervoersplan. En eigenlijk gaat het dus aan dat er 2 keer negatieve meningen zijn gekomen uit dit nieuwe mobiliteitsplan. Hier zijn er ook nog een paar antwoorden die we hebben gevonden en een open antwoord gegeven, waar je zelf mocht antwoorden wat er eigenlijk het probleem is met dit nieuwe vervoersplan. En daar komen er toch een paar zeer uitgesproken meningen voor uit. Weer wat die verdwijnt. Dan maar lopen naar de trein. Op mijn vervoer, altijd een beetje reizen. Oké, je hoort de slogan wel meer over het openbaar vervoer in ons land. Nu, als het gaat over mobiliteit, dan denk ik dat we het zeker en vast over openbaar vervoer moeten hebben bij deze mensen. Het zijn meestal mensen die nog niet met de wagen rijden, dus die zijn aangewezen op het openbaar vervoer om zichzelf te gaan verplaatsen, zeg maar. Nu, meneer Van Quickenborne, ik kom onmiddellijk bij u. Hè, als het gaat over die schrapping van heel wat bushaltes. Ik denk 17% van de bushaltes in West-Vlaanderen is geschrapt, zoiets was het ongeveer. West-Vlaanderen samen met Limburg, een beetje het... degene die het grootste slachtoffer is geweest van het aantal bushaltes die geschrapt zijn geweest. Nu, kan u eens uitleggen, meneer Van Quickenborne, het was een minister van uw partij, mevrouw Peters, die daartoe initiatief heeft genomen. Waarom was het eigenlijk nodig? Hè? Waarom zijn al die bushaltes geschrapt? Ja. Wel, kijk, eerst en vooral, er gaat veel geld naar openbaar vervoer terecht. Hè. Naar de lijn gaat er meer dan 1 miljard euro. Naar de NMBS gaat er 3 miljard euro. Dat is belastingsgeld. En dat moet op een goede manier worden besteed. Wat was het probleem? Het probleem was dat er een systeem bestond dat men garandeerde dat iedereen een bushalte had binnen 750 meter van waar hij of zij woonde. Mm-hmm. En het gevolg was dat in dun bevolkte gebieden er bussen reden, maar die bussen waren leeg en de bushaltes waren leeg. En het andere probleem was dat waar dat er heel veel volk woonde, dat er te weinig bussen waren en als men op de bus geraakte, dat je daar zat als sardinen in een blik. Met andere woorden, lang wachten en helemaal tegen elkaar. En dus is de keuze gemaakt geweest om te zeggen, we gaan veranderen. We gaan veranderen, we gaan zorgen dat op die plaatsen waar dat er veel volk woont, dat er meer lijnen zijn, meer bussen, meer frequentie. Mm-hmm. En voor het heel concreet in Kortrijk, de Oudenaarse Steenweg, belangrijke busverbinding richting het station, heb je nu in de spits heb je bussen om de 10 minuten. Bussen die komen van Kuurne op verschillende plaatsen, heb je veel meer frequentie. Om bijvoorbeeld naar hier te komen, heb je nu bussen om de 5 of om de 10 minuten. En op die plaatsen waar er minder mensen wonen, hebben we gekozen voor flexbussen. Een systeem waarbij je een bus op voorhand kunt bestellen om je dan te verplaatsen van het ene punt naar het andere. En inderdaad, op 6 januari is dat gewijzigd. En ik denk dat er verschillende scholieren... Wie van u neemt de bus af en toe naar school? Mag ik misschien de handen zien? Ja? Oké. Okay. Wie van jullie neemt de fiets naar de school? Dat is wel de meeste, maar ik kom daar nog straks op terug. Okay. Maar dus, op 6 januari is dat gewijzigd en in het begin waren er inderdaad problemen. Ik geef dat grif toe. Maar we hebben ook gezorgd met de lijn dat er contacten waren met de scholen, onder meer met het 4.
Het vier, de school die ook aanwezig was, ja. In het begin veel problemen. En vandaag zegt men dat het verbeterd is, dat de bussen frequenter rijden, dat er ook minder bussen worden afgeschaft. En twee, okay. Ik vind, als het gaat over openbaar vervoer, nog één iets. Ja. Gezien wat de fietsen betreft, een overheid moet ook investeren in veilige fietsinfrastructuur. Dat heb ik gedaan in Kortrijk. Fietszones, fietsstraten, minder fietsongevallen. En dat is ook hetgeen wat je moet doen. Je kunt nog altijd ook kiezen tussen bus, trein of fiets. En die drie modi willen we stimuleren. Oké. Okay. Mag ik eens weten wie van jullie ooit de bus neemt eigenlijk? Zeer veel mensen. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit... Ik heb bij jullie niet tegengekomen, ik neem zelf weinig de bus. Maar meneer Van der Malen, meneer Van der Malen, dat is een belangrijk aspect voor jullie natuurlijk, hè, die mobiliteit. Ja, daar moet in geïnvesteerd worden, voel ik. Ja, absoluut. Ik wil even de vergelijking maken tussen Brussel bijvoorbeeld. In Brussel investeert men elk jaar 500 miljoen in het openbaar vervoer, ja. De MIVB. In Vlaanderen 300.000 euro. Je moet dat even tegen elkaar afzetten. Dan gaat het over de werking. 1,3 miljard euro voor de lijn, effectief, de werking. En 1 miljard in Brussel. In Brussel wonen er 6 keer minder mensen. Dus eigenlijk wordt daar 6 keer zoveel geïnvesteerd. En kiest men in Brussel heel bewust om van het openbaar vervoer de ruggengraat te maken van het zich verplaatsen in de, stad. Sorry. En ik ben akkoord, er zijn volgens ons een aantal zaken die moeten gebeuren. 1. Je moet massief investeren in de lijn, wat wij nu ook gedaan hebben bij de NMBS. En het jammer is, bij de NMBS is er 20 jaar lang niet geïnvesteerd. Dus zitten we daar met een heel verouderd systeem. En het zal nog een 5 jaar duren, vrees ik, voor die investeringen ook garanderen in een beter aanbod voor de mensen die de bus gaan nemen. Maar dus investeren in openbaar vervoer, absoluut noodzakelijk. En dan 2, ik kom op het punt van meneer Warnet. Ook daar, als het gaat over de fietsinfrastructuur bijvoorbeeld en de middelen die vanuit Vlaanderen naar de provincies gaan, ook daar is West-Vlaanderen gewoon slechter bedeeld dan andere provincies. Ja. Er wordt veel meer geïnvesteerd in Oost-Vlaanderen, in fietsinfrastructuur in Antwerpen, dan bijvoorbeeld in West-Vlaanderen. En ik ben akkoord, meneer Van Quickenborne, de stad Kortrijk heeft daar grote inspanningen gedaan. Maar hier moet het toch gezegd worden dat ook Vlaanderen in de toekomst veel dieper in de buidel zal moeten tasten, veel meer zal moeten investeren, omdat fietsverkeer, zeker ook tussen Kortrijk en de gemeentes er rond, ja, op een kwaliteitsvolle manier en een veilige manier te organiseren. Oké, okay, Vlaanderen zal meer moeten investeren, meneer Warnet. U bent er misschien weer bij de volgende keer in Vlaanderen als er regering wordt gemaakt. Ja, Mattie vergeet eigenlijk één ding. Brussel, dat is Marke of Bissegem niet natuurlijk. Hè. Het is hier iets moeilijker om in landelijke gebieden iets te doen. En in Vlaanderen wordt er wel heel wat geïnvesteerd in het openbaar vervoer, maar het wordt gewoon verkeerd gedaan. In Antwerpen is men vandaag, echt letterlijk vandaag, bezig met een fietsbrug aanbouwen. Een fietsbrug over de Schelde. 250 miljoen. 250 miljoen euro voor een fietsbrug, die oorspronkelijk 70 miljoen ging kosten, maar waarvan Antwerpen zegt, ja, we gaan dat toch doen, 250 miljoen. Waarvan dat de Fietsersbond zegt, slecht idee, gaan we niet doen. Slecht idee, er ligt daar een veerpont naast, dat is veel beter. Maar in Antwerpen zegt men, maar ja, dat is zo mooi, dat is een eye-catcher. Dat is een eye-catcher voor onze stad, we gaan dat toch doen. Mochten we die 250 miljoen euro, waar dat er geen fietser gaat overrijden, ja, investeren in het openbaar vervoer, in landelijke gebieden, in West-Vlaanderen, in steden als Kortrijk, Brugge, Roeselaren, dan zouden de jonge mensen hier veel gemakkelijker, goedkoper de bus kunnen nemen en nog veiliger kunnen fietsen. Dus het is, okay, er wordt wel veel geïnvesteerd, maar jammer genoeg, er gaat veel te veel geld naar prestigeprojecten zoals die fietsbrug in Antwerpen. Te veel prestigeprojecten, meneer Vijs, u wil erop reageren. Ja, ik wil erop reageren, want allee, Brecht, met alle respect, maar ze waren een beetje aan het zeven. Nee, allee. Ik vond het al erg dat hij Bissegem landelijk heette, Kortrijk landelijk. We gaan ook niet. Dat heb je nu gezegd, man. Maar het feit is wel, die fietsbrug in Antwerpen, ja, zit wel al 20 jaar in die regering dat dat goedgekeurd heeft. De hervorming van de lijn West-Vlaanderen is hier compleet een buk van het af. Vlaanderen financiert dat, het mee goedgekeurd. West-Vlaanderen is de buk van die hervorming van de lijn, ook mee goedgekeurd door meneer Warnet. En West-Vlaanderen is een provincie dat er meer cent aan moet, met Crevisie die al 20 jaar in die regering zat. Allee, dat is gewoon complete zever. Maar waarom moeten we nog meer investeren in dat openbaar vervoer? Dat is heel simpel. Dat is ook belangrijk voor wie dat met een auto rijdt. En als we hier allemaal met een auto gaan blijven rijden, dan gaan we stilstaan. Vandaag de dag kosten de files ons al 5 miljard. Dat openbaar vervoer is te weinig op elkaar afgestemd. En er moest daar inderdaad
een deel hervormd geworden om stipter en frequenter te kunnen rijden. Maar het is wel niet goed aangepakt. Hé. Wat is het resultaat? Allee, in de flexbus waar meneer Van Kuykenborre naar verwijst, er zit daar 1,2 persoon gemiddeld op. Dat is een gesubsidieerde taxi gewoon weg. Dus we moeten daar echt wel investeren, maar ook hervormen. En dat wordt te weinig gezegd. Dus okay. Dat is iets waar die Vlaamse regering beter moet op inzetten, maar dat is het grootste probleem van die hervorming, ook het grootste gevolg van die hervorming. 93% van de mensen die een bus namen, hadden geen alternatief. Mm-hmm. En wat dat de gevolgen zijn, als we niet meer op openbaar vervoer inzetten, dat zien we hier buiten. Wat is Vives? Allemaal autoparkings. Die ene parking, waar ik nu ook zelf op geparkeerd sta, ik ga toegeven dat ik schuldig ben, dat was een voetbalveld vroeger. Maar dat komt omdat de meeste studenten van de Vives komen uit de Westhoek. Ja. Dat is een echt landelijk gebied, meneer Warnee. Nee, Poperingen, Ieper, van die kant. Ja, als je er met een trein een uur en drie kwartier over doet, ja, dan begrijp ik dat je het in een half uur wilt doen met okay. De auto. Maar daarom moeten we investeren, want hoe meer files, hoe meer dat een collectief probleem is, zowel naar veiligheid als naar stiptijd toe. Oké. Okay. Meneer Rolsen? Ja, ik ben het eigenlijk helemaal eens met de principes die Van Saai meegeven over de hervorming die we gedaan hebben. Namelijk, het heeft 0,0 zin om bussen te blijven behouden die maar met één of twee personen rijden. Dus de oefening die gemaakt is, is minstens op algemeen niveau goed te noemen. Maar ik ben het tegelijk ook wel eens met de mensen en de reacties ook uit die peiling. We hebben trouwens lokaal hier ook voor de regio Kortrijk al met mensen gesproken dat we misschien iets te drastisch zijn geweest en op een aantal punten slechte keuzes hebben gemaakt. Waardoor dan mensen op vandaag vaststellen dat het eigenlijk quasi onmogelijk is om nog met openbaar vervoer ergens te geraken. En in tegenstelling tot meneer Warnee, wil ik hier wel toegeven dat ik ook meegestemd heb voor die oefening. Maar vind ik dat we soms ook moeten kritisch zijn voor onszelf en durven bijsturen op een slimme manier waar het nodig is. Ik geloof wel in een systeem. Mark de Scheemaker, de voorzitter van de lijn, heeft mij verteld dat hij naar Zweden is geweest. En waar hij zei van, kijk, in Zweden hebben ze een berekening gemaakt in eerder landelijke gebieden. En zijn ze eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat het goedkoper is om taxis in te zetten op vraag, een beetje een variant op die flexbus voor mensen die het openbaar vervoer willen nemen, dan dat we bussen zouden inzetten. Ik vind dat we ons verstand niet mogen verliezen en op dat vlak wel moeten durven bijsturen. Twee, wat de trein betreft, ik neem zelf heel frequent de trein. Ik ben vorige week nog met een maat naar Brussel geweest, die ook het Vlaams parlement kwam bezoeken, die meeging met de trein. Als parlementslid heb je het ongelooflijke voorrecht om een abonnement te hebben. Dus je kijkt niet meer zoveel naar die prijzen. Maar die gast heeft €34 betaald, heen en terug naar Brussel, tweede klasse. Als je vergelijkt wat dat u kost met een elektrische wagen, of zelf nog met een benzinewagen, dan is de trein eigenlijk bijna duurder dan het alternatief. En als je dan ziet wat dat de overheid van geld steekt in die trein, en dan denk ik dat we toch moeten durven, zeker voor een aantal doelgroepen, proberen ervoor te zorgen dat die trein een betaalbaarder alternatief is. Okay. Twee, wat ik ook heel sterk in geloof, is mensen die moeten gaan werken, ik zeg maar iets in Dichem of ik weet niet waar, consultants bij Deloitte, whatever. Ja, je kunt ook combinaties doen, hè, waar je met openbaar vervoer werkt, dan met een randparking en een deelauto, noem maar op. Ik denk dat we daar nog wel serieuze stappen te gaan hebben. Niet nog een keer twee. Meneer Vermeers. Ja. Wat vindt het Vlaams Belang daar eigenlijk van? Ik heb soms de indruk dat zij meer denken aan koning auto, zoals men dat noemt, dan aan het openbaar vervoer. Ik denk dat we een gezonde mix moeten hebben. Maar wat ik hier in het Hanse debat mis, is als we het over het openbaar vervoer hebben, we hebben het over stiptijd. Bussen, treinen, trams moeten veel stipter zijn. Ze moeten ook betaalbaar zijn. Maar één factor die ik niet heb gehoord, ze moeten ook veilig zijn. Het verwondert mij niet dat de burgemeester van Kortrijk daar niet over spreekt, maar we hebben een ernstig probleem hier in Kortrijk. Rond het station bijvoorbeeld in Kortrijk. Men mag nog de meest moderne trein, tram of bus hebben. Als iemand zich onveilig voelt om die te nemen, dan zal men die niet nemen. En dat is het een van de problemen die ook moet benoemd worden. 1 op 3 vrouwen voelt zich onveilig om de bus, tram of trein te nemen. Ik denk dat dat in Kortrijk dat cijfer wel nog hoger ligt. En ik kan nog even reageren ook op collega Warnee. En zeker op de Hanse Vlaamse regering. U spreekt daarnet in uw toespraak, zegt u, ja, kijk, we moeten zorgen dat er meer middelen naar West-Vlaanderen komen.
Maar het probleem van de afgelopen jaren is dat er veel te weinig geld naar onze provincie gekomen is, zeker op vlak van mobiliteit. Wij hebben in West-Vlaanderen een verouderd wegennet. We hebben een slecht bus- en treinverbindingsnet. Ja. En we moeten dus zorgen, en dat is mijn oproep aan de collega's, dat is een oproep die wij blijven herhalen aan alle collega's om in Brussel samen te werken en te zorgen als West-Vlaming dat er veel meer geld naar onze provincie komt. Okay. Want vandaag worden onze provincie ten opzichte van alle andere provincies onderbedeeld wat die middelen betreft. Okay. Bijvoorbeeld het recente plan die u opgenoemd hebt rond de basismobiliteit. Daar hebben we gezien dat veel West-Vlaamse gemeenten tot de helft van hun haltes zijn verloren en dat opnieuw West-Vlaanderen de rekening heeft betaald. Okay. Als men geld nodig heeft, dan komt men naar West-Vlaanderen en als men geld moet uitgeven, dan gaat men naar Antwerpen. En dat is de realiteit. Dat is de realiteit die wij als West-Vlaamse politici eindelijk eens moeten keren. Mevrouw Egermond, dat u dat in de partij ook zegt. Hè? Ik zeg dat absoluut. Mevrouw Egermond, bent u onderdeel van het West-Vlaams Belang? In dit debat dan? Ik zou niet te veel de provincies tegen elkaar uitspelen, want okay. Het is wel gewoon een kwestie, en dat is voor alle regeringen zo, dat er meer moet geïnvesteerd worden in het openbaar vervoer, want nu is dat te duur. Effectief, de ticketprijzen stijgen, de treinen, dat is onbetaalbaar geworden. En de stiptijd is verschrikkelijk. En de kwaliteit ook, want we hebben bussen die met duct tape aan elkaar hangen. Maar ik denk dat jullie dat gevoel kennen als je zo staat te wachten op de bus en je ziet dan zo 5 minuten, 4 minuten, 3, 2, 1 en de bus komt niet. Dus dat kan gewoon niet in een land, zo'n rijk land in 2024, dat dat nog gebeurt. En ons voorstel is investeer in dat openbaar vervoer en maak dat gratis. Veel landen kiezen daar al voor. In Luxemburg kun je gewoon de trein en het openbaar vervoer nemen. Dat is gratis. In Calais en Duinkerke is dat ook. En we zien daar dat het aantal reizigers omhoog gaat. Zij willen gratis openbaar vervoer. We willen ook dat er meer geïnvesteerd wordt in fiets- en voetpaden. Ja. En nog iets anders, denk ik, voor de jeugd specifiek in ons programma, is ook dat het rijbewijs tegenwoordig is heel duur geworden om te halen. En dus wij willen dat ook gratis maken door het theoretisch rijexamen, dat je dat kunt doen op school en 20 uur gratis rijles. Want op dit moment zijn er heel veel jongeren die dat niet meer kunnen betalen van hun rijbewijs te gaan halen. En een auto is ook gratis. Ik zie hier veel mensen knikken. Nee? Alles gratis. Mevrouw... Maar dat is een kwestie van keuzes maken. Dus als er andere landen zijn waar dat openbaar vervoer gratis is, dan kan dat in België ook. De ticketprijs bij de NMB, bij de lijn, dat is maar 10% van het werkingsbudget. En dus dat rijbewijs, dat kun je ook perfect gratis. Dat is echt een kwestie van keuzes maken. Hè? Want er zijn wel andere dingen voor jullie die jullie wel gratis maken. Veel andere cadeaus dat je wel kunt geven. Oké. Dank u wel, mevrouw Egermond. Dank u wel voor dit debat hier over mobiliteit. We gaan naar een volgende intiemer debatje. Er is Floor die graag met mannen van Vooruit en N-VA zou spreken. Hallo. Hallo, dag Floor. Dank je. Dag meneer. Dag meneer Wijs en dag meneer Ronsen. Micro werkt denk ik niet goed. Jawel. Dank u. Oké, dus nog een keer. Dag meneer Wijs. Wijs, amai. Dag meneer Ronsen. Meneer Wijs, zou u zelf even kunnen voorstellen en uw partij in 10 woorden alsjeblieft. Ja, mijn naam is Maxime Wijs. Ik ben Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Kortrijk. Daarvoor was ik kabinetchef van het OCME en daarvoor was ik bouwvakker. Dat komt omdat ik ben afgestudeerd in een financiële crisis, maar toch wel dat het vooruit ging. Mijn partij in 10 woorden, dan gaat dat over solidariteit, dat is het belangrijkste, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid. En als het gaat over campagne, koopkracht, zorg en investeren in de jeugd. Voilà. Dank u. Meneer Ronsen, kunt u ook jezelf voorstellen en dan uw partij in 10 woorden, alsjeblieft? Ja, ik ben gepassioneerd door politiek en ondernemerschap, omdat ik toch ergens op mijn manier de wereld wil veranderen. Ik heb een bedrijf Sixy, die mensen die op pensioen zijn en nog willen werken in het werk steekt. En dan de partij in... ik ben ook schepen van cultuur hier in Kortrijk. Dus als we culturele hoofdstad worden, hoop ik jullie ook allemaal mee te krijgen daarin. Partij, ik gebruik daar graag een citaat of een quote voor van president Kennedy. Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen. Dankjewel. Meneer Wijs. Uw vrienden van de PvdA vinden dat politici te veel verdienen. Kunt u verantwoorden waarom dat de loon van een politici zo hoog is? Het loon van de politici dat is hoog. Hè?
Dat heeft er niet alleen mee te maken dat zij lange dagen hebben. Ik denk dat van mijn collega's dat jullie ook weinig 's avonds en in het weekend thuis zijn. Maar goed, je kiest dat ook. Je wilt voor de publieke zaak strijden, dan hoort dat er wel deels bij. Maar het is ook belangrijk dat zij onafhankelijk goede beslissingen nemen. De hoogste lonen van politici, dat is in Italië. En dat is niet toevallig. Want waarvoor staat Italië en zeker het zuiden gekend? Dat is een invloed van de maffia. Dus dat is de reden waarom dat politici goed moeten verdienen. Ik vind niet dat politici het gratis moeten doen. Dan gaan we terug in de tijd. Dat betekent dat enkel mensen die al geld hebben, die al rijk zijn, aan politiek kunnen doen. En zoals dat meneer Van Quickenborne ook al zei eerder, ja, we vinden ook dat de overheid dat moet financieren. Als je afhangt van bedrijven... Ik zeg maar iets, er was vorige week iets te doen over asbest. Ja, als net dat bedrijf dat je moet controleren als politicus jouw campagne heeft gefinancierd, en dat is de situatie in de Verenigde Staten, dan kan je niet meer onafhankelijk beslissen, dan kan je geen goede beslissing meer nemen voor het algemeen belang. Dus dat is de reden waarom dat politici meer dan gemiddeld verdienen. Oké, dank je wel, meneer Ronsen. N-VA wil zoveel mogelijk bevoegdheden op het van Vlaams niveau krijgen. Minder federale overheid en meer Vlaamse overheid. Vindt u dat er in de afgelopen decennia een aantoonbare verbetering is gekomen in de instanties die Vlaamse bevoegdheden geworden zijn? Ik denk aan de lijn, de VDAB en het onderwijs. Het kindergeld. Ja, ik vind dat wel. Als je kijkt naar deze Vlaamse regering, ze heeft ervoor gezorgd met de jobbonus dat mensen die de laagste lonen hebben meer netto bijverdienen. Op vlak van sociale woningen, collega Maxime zal het niet graag horen, maar we hebben ervoor gezorgd dat wie een sociale woning betrekt en eigendommen heeft in het buitenland, dat die daarop gecontroleerd gaat worden. We hebben ervoor gezorgd dat wie in een sociale woning zit en op een bepaald moment in staat is om zelfredzaam te zijn, ook uit die sociale woning richting de private huurmarkt en woningmarkt gaat. We hebben ervoor gezorgd, op het moment dat Vlaanderen bevoegd is geweest voor inburgering, dat er een echt inburgeringsbeleid komt, dat mensen die hier nieuwkomer zijn de taal aanleren, de cultuur een stuk eigen worden gemaakt en ondergedompeld. Dus ik zou zeggen, hoe meer bevoegdheden Vlaanderen heeft, hoe beter. Is het een rose garden? Absoluut niet. We leven in een complexe wereld, op vlak van onderwijs, op vlak van milieu en zo meer, gaan we nog wel wat problemen tegemoetkomen. Maar waarom geloof ik dat Vlaanderen het beter kan dan federaal? Omdat van Open VLD tot van eigenlijk heel het parlement, met uitzondering van Groen en PvdA, op Vlaams niveau zitten eigenlijk voor heel wat thema's op dezelfde lijn. We vinden dat ondernemingen de bron zijn van welvaart. We vinden dat mensen meer netto moeten kunnen bijverdienen. We vinden het niet oké dat 54 op 100 euro dat men verdient naar vadertje staat gaat. We willen dat afslanken. In het zuiden van het land denkt men daar anders over. Dus ben ik er echt van overtuigd dat we zoveel mogelijk Vlaams moeten besturen. In een ideale wereld zou alles mooi verdeeld zijn, maar in de werkelijkheid is dat niet altijd het geval. Tijd om de scholieren te vragen naar hun mening over het sociaal-economisch toekomstbeeld. Ook hier gaan we dieper in op enkele stellingen. België is bij uitstek een voorbeeld van een land dat zeer afhankelijk is van internationale uitwisselingen. Dit werd acuut voelbaar tijdens de pandemie of nog recenter het conflict in Oekraïne, waardoor de prijzen van verschillende noodzakelijke goederen en grondstoffen grote sprongen maakten. Wat vindt ons publiek van deze economische afhankelijkheid van andere landen? Het resultaat toont toch aan dat studenten vinden dat België veel meer zelfvoorzienend moet worden. Als België ergens aan de wereldtop staat, moeten we toch zeker belastingen vermelden. De vraag is, krijgen we hier ook iets voor terug? Het resultaat hier toont dat de mening heel verspreid is, maar toch iets meer neigt naar dat belastingen wel heel verantwoord zijn. We vroegen ook of studenten merken dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt. En toch wel 3/4 van de studenten merkt dat die kloof groter wordt. Het is echt dat een Vlaming geboren wordt met een baksteen in zijn maag. Maar zullen komende generaties zich nog een eigen huis kunnen veroorloven of zullen ze het met enkele bakstenen moeten doen?
Een overgrote meerderheid vreest dat een eigen huid niet meer betaalbaar zou kunnen zijn. Al dan niet een eigen huis kunnen kopen, zullen we genoeg geld verdienen om comfortabel te kunnen leven. Meer dan de helft denkt dat we toch met iets minder zullen moeten doen. Zal wel. Ik heb echt honger, ik ben in een kaartje. Nee, daar is laat maar. Het is lekker vloeibaar hout. Het is duur de toekomst, inderdaad. Dat klinkt hard voor. Oké, jongeren lijken wakker te liggen van het dure leven. Daar komt dit debat eigenlijk op neer. Wat een dure toekomst wordt me dat, is de slogan waarvan we vertrekken. Nu, ik wil het een beetje opentrekken, het debat. Een beetje een soort van helikopterperspectief gaan hanteren. Namelijk die kloof tussen rijk en arm. De vraag is, hoe gaan we die gaan dichten, die kloof? Dat kan je dichten door sociaal beleid te gaan voeren. Door te investeren in gezondheidszorg, in pensioenen, in werkloosheidsuitkering en zo verder. De vraag is in eerste instantie natuurlijk, waar gaan we het geld gaan halen om dat sociaal beleid te gaan betalen? Is dat eigenlijk nog betaalbaar? Meneer Ronse, ik zie u knikken. Ik voel dat u onmiddellijk een antwoord klaar zit. Well, ja, ik ga iets dramatisch zeggen. Ik bezoek elke vrijdag al 5 jaar lang bedrijven hier in West-Vlaanderen. En als ik zeker naar productiebedrijven ga, diepvriesgroenten, noem maar op, dan heb ik het gevoel dat we nu op het punt zitten van wat het Romeinse Rijk ooit was in verval. Voor heel wat jobs zijn we niet meer bereid om die zelf te doen. Maar halen we mensen zelf niet meer van Polen, zelf niet meer van Roemenië, maar mensen van buiten Europa. Onze werkgevers, onze Vermeers, collega Vermeers heeft hier een VOCA-balpen, die zitten hier te pleiten om mensen kort geschoold, geen diploma, van buiten Europa te halen. Terwijl dat er hier in België 1,6 miljoen mensen op beroepsactieve leeftijd is, dat wil zeggen tussen 22 en 65, perfect zo in staat zijn om te kunnen werken, tenzij indien ze in een zware ziekte zitten, een uitkering krijgen en inactief zijn. Dat is gigantisch. En als we daar niks aan doen, dan vrees ik echt dat we in diepe, diepe problemen komen. Want als iemand werkt, dan is dat een driedubbele win voor de samenleving. 1. Die gaat sociale bijdragen betalen, zijn inkomsten, om sociaal beleid mee te doen, om dingen te doen die we belangrijk vinden. 2. Die gaat ervoor zorgen dat er economische groei is. Bedrijven worden groter. Nu zitten we met bedrijven die eigenlijk krimpen, omdat ze geen mensen vinden. Verhuizen naar het buitenland, omdat ze geen mensen vinden. En 3. De overheid moet er geen uitkering voor betalen. Als we daarin zouden slagen om meer mensen aan de slag te krijgen, dan hebben we een enorme stap gezet richting welvaart. En Brecht heeft het al aangehaald. Ik ga de cijfers meegeven. Er zijn hier in West-Vlaanderen 14.000 Fransen die komen werken. Er zijn 1.300 Walen die in West-Vlaanderen komen werken. Is dat voor een Fransman moeilijker om het Nederlands te leren dan voor een Waal? Is het voor een Fransman moeilijker om hier te geraken dan voor een Waal? Ik denk het niet. Het enige verschil is dat in Frankrijk de werkloosheid en de tijd is beperkt en in Wallonië en België niet. En dat zijn taboes die we moeten durven aanpakken. En als we terugkeren naar de vraag van dat pas, laat het Vlaams parlement stemmen over het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd. Laat het Vlaams parlement stemmen over mensen die langdurig ziek zijn, maar bij wie men weet dat mits een cursus, een traject, zodat ze elders of aangepast gaan kunnen werken, dan gaan we dat er allemaal doorkrijgen. En we zijn gigantisch veel kostbare tijd aan het verliezen. We zijn schulden aan het maken als samenleving. En dat zal ten koste gaan, vrees ik, van onze welvaart. Okay. Maar gelukkig zijn er verkiezingen, kunnen jullie allemaal op N-VA stemmen. En zal ik mijn uiterste best doen om dat op te lossen. Oké, okay, activeren, meer mensen aan de slag krijgen. Ook besparen op werklozen, meneer Vermeers, wat denkt u daarvan? Wij zijn akkoord om de werkloosheid in de tijd te beperken. En dat is een groot voorbeeld van hoe dat België niet werkt en waarom dat wij als Vlaanderen aan banden worden gelegd. Want de reden waarom dat niet wordt goedgekeurd, wij zijn het enige land in de wereld die de werkloosheid bijvoorbeeld nog niet beperkt heeft in de tijd, of een van de enige landen. En de reden is natuurlijk omdat we dat in het federaal parlement wordt beslist, waar ik zelf zit, waar de collega van Quickenborne zit. En daar stoten we natuurlijk op een PS, een partij die zegt niet aan al die zaken. We hebben bijvoorbeeld in dit land mensen die al 3 generaties op rij niet werken, waarvan dus jongeren hun eigen ouders en hun eigen grootouders niet hebben zien werken. En die mensen leven natuurlijk in
Wallonië, die kiezen voor de PS. En de PS wil natuurlijk het eigen kiespubliek niet tegen de haren instrijken. Dus we krijgen in dit land heel wat zaken niet gedaan die goed zouden zijn voor de Vlamingen, omdat we eenmaal op die blokkering van het federale niveau stoten. En daar ben ik akkoord met de collega dat we moeten zorgen dat we meer zaken naar het Vlaamse niveau halen. Want als we hier de stemming zouden doen over die beperking van de werkloosheid in de tijd, ja, dan hebben we een meerderheid in het Vlaams parlement en is dat eigenlijk morgen afgeschaft, okay, die regeling die er vandaag is. Maar ik wil toch nog even reageren op die betaalbaarheid. En daar wil ik wel even ingaan op de collega. Het is zo dat zelfs in een Vlaamse regering, want Groen zit niet in die regering, zelfs in een regering zonder Groenen, is men toch mee aan het lopen rond dat klimaatextremisme en het duurder maken van de facturen voor de mensen. Ja. Maar wel de manieren waarop dat we verplaatsen, de manier waarop dat we wonen, de manier waarop dat we leven, gaan men duurder maken. Ik ga een aantal voorbeelden maar van gaat u dan geen geld meer uitgeven? Ik heb eigenlijk gaat het om sociaal beleid, meneer Vermeers. Ja. Gaat u daar geen geld meer aan uitgeven, aan sociaal beleid dan? Ja, uiteraard wel. Okay. Maar de voorbeelden die ik wil geven, wat deze regering heeft gedaan, die Vlaamse regering, ik heb een gans lijstje mee, maar men heeft de renovatie verplicht gemaakt. Ja. Men heeft de digitale teller afgeschaft. Men heeft een asbestattest verplicht. Men heeft de diesel- en benzinevoertuigen gaat men verbieden. Men wil een verbod op stookolieketels. Men wil de gasaansluiting verbieden. Men wil ook de woonbonus heeft men ook afgeschaft. Wat het allemaal voor de mensen duurder zal maken om te wonen, werken en zich te verplaatsen. Ja. Dat is het probleem. Oké. Okay. En als er wordt gesproken over sociaal beleid, want als ik me niet vergis, Vlaams Belang wil ook een sociale partij zijn. Ja. Dan wordt af en toe gezegd, wij willen sociaal zijn voor onze mensen. Wat bedoelt u precies met onze mensen? Ja. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Okay. Dat gaat over de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid. En alle partijen, behalve de N-VA, die hier aan die kant zitten... Maar ik ga erop antwoorden. Maar ik weet dat u dat niet graag hoort, dit antwoord. Alle partijen die hier zitten, die willen onze grenzen openhouden. Mm. En die weten dat dat onbetaalbaar is voor onze sociale zekerheid. Iedereen weet dat, die kan rekenen. Deze partij die wil ook de grenzen openhouden, maar die wil dan besparen op de sociale zekerheid. En dat is heel duidelijk het verschil tussen mijn partij en de N-VA. Ja. Wij willen niet besparen op die sociale zekerheid. En daarom zeggen we dat we de grenzen moeten sluiten. Okay. In de zin dat wij mensen die hier niet hebben gewerkt en bijgedragen, noodloos kunnen laten deelnemen aan onze sociale zekerheid. Dat is geen beleid van het Vlaams Belang. Dat is bijvoorbeeld regeringsbeleid in Denemarken. In Denemarken heeft men beslist dat als men geen 7 van de 8 jaar legaal heeft verbleven, ja, en geen 3 jaar heeft bijgedragen, dat men niet te volle kan gebruik maken van die sociale, okay, zekerheid. Dus wij zeggen, laat ons de sociale zekerheid afschermen, zodanig dat de mensen die hier wonen, die hier werken, die hier hebben bijgedragen, dat die veel meer daarvan gebruik kunnen maken. Oké. Okay. Ik voel veel nervositeit aan de tafel, meneer Ronsen. Maar nee, ik vind het gewoon een beetje bizar. 90% van zijn tijd treedt hij mij helemaal bij over al mijn economische voorstellen. En dan zegt hij dat ik de sociale zekerheid wil afbreken. Ik vind het een rare hersenkronkel. Dat is een partijstandpunt geweest. Meneer Ronsen wil dat dus niet doen. De grenzen openhouden zoals die vandaag zijn. U hebt dat ook gedaan met uw federale regering. Toen u in de federale regering zit, hebben die grenzen blijven openstaan. En hebben wij onze sociale zekerheid blijven ondergraven. Okay. Naar waar gaan de meeste leeflonen? Maar nee, wie krijgt er vandaag voorrang bij de sociale woningen? Okay. Dat is de realiteit in dit land. Ik wil even aan de andere kant. Van het spectrum. Meneer Vijs, ik voel u ook nerveus schuiven op uw stoel. Dus ik vermoed dat u ook wel... Ja, maar ik zit hier zo met aan de poot. Het komt daar. Dus, nee, maar ik vind het gewoon heel straf. Want Wouter heeft weer grote woorden over de open grenzen en een muur rond Europa. Ja, ze hebben gisteren een programma voorgesteld, ze willen het Europees Parlement afschaffen. Dus iets dat Europees moet regelen, ga je dan Europa afschaffen. Nee. Dus dat is weer die kwats. Dat staat helemaal niet. Het kan niet allemaal tegelijk waar zijn, behalve bij het Vlaams Belang. En terst is, je weet dat zelf ook, dat je zo'n programma voorlegt. Nee, maar terug naar de kern van de zaak. Wij zijn eurokritisch. Ik denk iedereen, zoveel mogelijk mensen aan de slag, die 80% werkzaamheidsgraad, dat is waar we daar naartoe moeten. Hey, niemand is voor iemand uitzichtsloos aan een werkloosheidsuitkering overlaten. Ja. De vraag is niet of je dat moet aanpakken, de vraag is wel hoe dat je dat doet. En daar is er wel een duidelijk verschil tussen vooruit die mensen wil ondersteunen en begeleiden. Hè, en dat zal dan op Vlaams niveau moeten gebeuren met die VDAB. Ja, en als ik dan daarnet Axel hoor zeggen, ja, maar als we het Vlaams doen, doen we het allemaal beter. Als je werkloos bent, na 6 maanden krijg je een brief van de VDAB. Ze zitten erachter. Hè. Dus er wordt dan nu een audit naar besteld dat de VDAB niet in staat is van haar kerntaken te realiseren. Veel slechter kunnen het niet krijgen. Ja. Dus dat is wel iets dat moet veranderen. Dat is één. Ja, en dan twee...
ja, de omkadering, hè, als je wilt dat het vooral vrouwen die minder werken in Vlaanderen. Als je wilt dat vrouwen meer aan de slag gaan, wel, dan kunnen we misschien meer investeren in de kinderopvang. Zorgen dat die kinderopvang er is. En wat doet deze Vlaamse regering? Ze beperkt ze voor vrouwen die werkloos zijn, die op zoek zijn naar een job. Ja, dat is gewoon contraproductief. Zo gaan we er niet geraken. Ja. Dus allez, wij bekijken de zaken zonder taboe, maar het moet wel op een goede manier gebeuren. Dus wij zijn bijvoorbeeld bereid om die werkloosheid en de tijd af te schaffen als je voldoende begeleid bent. Als je dan een job wordt aangeboden. Okay. Dat gebeurt vandaag niet. Interessant. Mevrouw Egerbond, de werkloosheidsuitkering misschien in de tijd gaan beperken. Wat denkt u daarvan? Ik zou eigenlijk willen teruggaan naar de beginstelling. Want het ging er wel over dat heel veel jongeren het gevoel hebben van het leven dat wordt te duur en de ongelijkheid neemt toe. En dan kun je inderdaad beginnen schoppen naar beneden, naar de Walen en de migranten en de werklozen. Of kun je zeggen, oké, die grote vermogens, laten we hun ook vragen van hun eerlijk deel bij te dragen. En wij hebben ons voorstel van de miljonairstax, die vermogensbelasting. En dat is iets wat dat heel veel van de Belgen vragen. 7 op 10 van de Belgen uit enquêtes is daarvoor. De vakbond vraagt dat ook. Wij vragen dat ook al heel lang. En ik ben ook blij om te zien dat nu Groen en Vooruit dat ook opnieuw in hun programma hebben gezet. Want in België, het is effectief zo dat voor meer en meer mensen moeilijker is om rond te komen. En dat kan niet. Dat kan niet dat als je gaat werken, dat je dan geen normaal leven niet meer kunt leiden. En ik ben daar heel bezorgd over dat hier niet zoveel gezegd wordt. En dus de lonen moeten omhoog. Ja. De winkelkar moet goedkoper worden. En het geld moet gezocht gaan worden bij de mensen die dat de breedste schouders hebben. Want er zijn in België, inderdaad, neemt de ongelijkheid toe. Er komen alsmaar meer miljardairs bij. En wij stellen voor om op die rijkste 1% een belasting in te voeren van 2%. Dat zijn mensen die meer dan 5 miljoen euro vermogen hebben. En daar 2% heb en vanaf 10 miljoen 3%. En dat levert de staatskas elk jaar 8 miljard op. Okay. En die gaan daar geen boterham minder van moeten eten. En dan kunnen we dat geld gebruiken om te zorgen dat voor ieder van jullie een huis goedkoper dat betaalbaar wordt. Dat de winkelkar dat goedkoper wordt. Okay. En dat is voor ons de keuze die we moeten maken. Oké, mevrouw Egmond, dank u wel. Vermogens gaan belasten om alles betaalbaar te houden. Werkloosheidsuitkering in de tijd beperken, meneer Van der Malen. Waar positioneert uw partij zich daar ergens tussen? Ja, wij zijn voorstander om de vermogens op een ernstige manier te belasten. Op vandaag wordt vooral arbeid belast. En eigenlijk is dat niet logisch dat iemand die werkt moet een heel groot stuk afgeven van hetgeen hij of zij verdient. Maar hetgeen dat je verdient op het verhuren van een tweede, derde, vierde, vijfde woning, op de inkomsten uit aandelen en zo, wordt veel minder belast. Het wordt al belast, maar veel minder. En eigenlijk is dat een scheeftrekking. Ja. Dus wij zijn wel voorstander om de belastingdruk te verleggen, niet te verzwaren. Ik denk dat wij een hele zware belastingsdruk hebben in ons land. We moeten dat ook erkennen. Maar burgers krijgen er ook veel voor terug. Maar we moeten hem dus wel verschuiven van arbeid richting vermogen. Dat is één. En twee, ja, als het gaat over de inactieven bijvoorbeeld, het gaat altijd over de werklozen en werkloosheid beperken in de tijd. Ja, er zijn veel meer, er zijn 6 keer zoveel mensen die langdurig ziek zijn dan de werklozen. En daar hoor ik nooit iemand over spreken. En dan denk ik van ja, als je wil dat mensen 40 jaar werken, 40 jaar lang na hun schooltijd actief zijn op de arbeidsmarkt, zorg er dan voor dat er werkbaar werk is. Dat mensen op een kwaliteitsvolle manier zinvol werk hebben, daar goed voor verloond worden en goed omkaderd. En dan stel ik weer vast, ja, sorry, maar de Vlaamse regering bespaart op de bus om je naar je werk te brengen, bespaart op de crash voor je kind, bespaart op de zorg, waardoor dat je zelf zorgtaken moet opnemen van je kind met een handicap of uw ouders en zo meer. Ik denk echt dat wij als overheid de plicht hebben om het voor mensen mogelijk te maken om te werken en dus ook om te zorgen voor werkbaar werk, zodanig dat we allemaal langer kunnen werken en dat er meer volk kan werken. Op die manier halen we en kunnen we de sociale zekerheid ook betaalbaar houden, want daar gaat het op lange termijn wel echt om. Meer mensen aan de slag houden, meneer Van Quickenborne. Dat is ook uw bedoeling, denk ik. Ja, evident. Maar ik vind, als de stelling geponeerd wordt dat de ongelijkheid groeit in ons land, wij zijn een van de meest gelijke landen in de wereld. Wij zijn een van de meest gelijke landen in de wereld. Als je ons vergelijkt met Frankrijk, met Nederland, met Duitsland, met Amerika, hier heb je meer gelijkheid dan waar ook. En we zijn daar trots op. We zijn daar trots op. Maar de vraag is, hoe kunnen mensen vooruitgang laten boeken in hun leven? En wat mij tegen de borst stoot, is het volgende. Je hebt inderdaad in ons land nogal wat mensen die niet werken of niet willen werken. En dat kan ziekte zijn, dat kan zijn door werkloosheid, dat sommige mensen
Uiteraard kiezen daar niet voor, anderen dan wel weer, dus daar moet je tegen optreden. Maar wat mij bijzonder stoort, is dat er in ons land mensen zijn die wel willen werken. Er zijn mensen die zelfs naast een job nog een andere job doen. Er zijn studenten die willen werken. Wie van u heeft dan een studentenjob gedaan? Voilà, kijk je daar. Moest je die vraag 10 jaar geleden gesteld hebben, waarschijnlijk was er niemand die zijn hand opstak. En wat zegt de overheid? Wat zegt de overheid? Wat zegt de overheid? Wat zegt de overheid? Maximum zoveel uur. Zoveel uur. Dat is de realiteit. Een ander voorbeeld, flexijobs. Vandaag zijn er in ons land mensen die naast een job een extra job doen. Weet je hoeveel mensen dat er zijn vandaag? 130.000. En die mensen worden vandaag, helaas, beperkt in datgene wat ze doen. Dus ons voorstel is, laat mensen onbeperkt en onbelast bijverdienen. Gepensioneerden, mensen die nog 1-2 dagen willen werken. Studenten, mensen in flexijobs. Laat dat gebeuren. En op die manier gaat het de tekorten op de arbeidsmarkt oplossen. Gaat de mensen netto laten vooruitgaan. Wat gaat mensen die met een flexijob tot 1.500 euro netto per maand realiseren? Ja. En dat gaat er nooit doen met een belastingsvorming. En 3, mensen appreciëren dat ook. Weet je hoeveel mensen met een flexijob die een burn-out hebben? Weet je hoeveel dat er zijn? Quasi geen. Omdat mensen die willen werken, moet je de kans geven om te werken. Okay. Dat is de oplossing op de vraag van hoe haalbaar is. Geef mensen die werken alle kansen. Oké, meneer Warnet, flexijobs als oplossing om het leven en misschien ook wel het sociaal systeem betaalbaar te houden? Flexijobs zijn een zeer goede aanvulling. Je moet natuurlijk zorgen dat mensen een goed basisloon hebben. En eigenlijk ben ik blij met het debat, behalve ja, dat van collega PvdA, die zegt dat als je mensen die werkloos zijn aan de slag wilt krijgen, dat dat schoppen op de werklozen is. Maar bijna alle partijen hebben hier gezegd dat die netto-lonen omhoog moeten, dat er een hervorming moet zijn die ervoor zorgt dat er meer mensen aan de slag moeten zijn. We hebben daarvoor vanuit CD&V met Vincent van Peten hebben fiscale hervorming op tafel gelegd. Als ik het hier allemaal hoor, dan zal die na de verkiezingen perfect gerealiseerd worden. Ja. En dan zullen we aan iedereen ook geven wat iedereen belooft. Meer centen netto op de rekening op het einde van de maand. Oké, dank u wel. Ik voel dat het bijna 4 uur wordt en dan wordt het altijd lastiger om les te geven. Ik weet dat uit mijn eigen ervaring ook. Ik ben blij dat ik nog even jullie aandacht heb. Nu, ik wil nog even misschien luisteren naar de zaal. Jullie hebben veel geluisterd naar ons en dat is allemaal leuk en interessant. Maar zijn er nog vragen uit de zaal? Hoe later op de dag, hoe lastiger het wordt om studenten te activeren om vragen te stellen. Als er geen vragen meer zijn. Allee, ho, als er geen vragen meer zijn. Ah, daar is een vraag. Daar is een vraag. Iedereen moet nog blijven zitten. De partypoeper is daar. Graag eventjes uw aandacht voor een vraag. U krijgt de micro. Dank u wel voor de vraag. In het begin van het debat werd er gezegd dat er weinig vertrouwen is in de politiek vanuit de jongeren. Als ik jullie zo kinderachtig bezig zie, sorry, maar het is zo, dan heb ik ook niet zoveel vertrouwen in de politiek. Nee, maar echt waar. Dat is waar. En u? Dat was Marcel een vraag aan jullie. Het was niet echt een vraag. Eventjes uw aandacht. Goeie teken. Maar ja. Beste mensen, even uw aandacht nog. Het was niet echt een vraag. Het was niet echt een vraag. Het was een vaststelling van een leerling. Hij vond jullie allemaal een beetje kinderachtig. Waren zijn woorden. Het zijn niet per se mijn woorden. Misschien heel kort, want ik voel dat ze naar huis willen. Wie wil daarop reageren? Ja, ik wil daar kort op reageren. Als iemand dat zegt, dan moet je daar goed naar luisteren. Misschien is het om het feit dat je zegt dat politici te veel kappen op elkaar, in plaats van samen op zoek te gaan naar oplossing. En dat is geen wat de politiek mee moet doen, dat is juist. Dat is samenwerken, zoals jullie waarschijnlijk ook in de klas, in de school, samenwerken om dingen te realiseren. Dat is een goede tip die je heeft en ik neem die ter harte. Dank u. Oké, meneer Ronsen wil ook nog reageren. Ik heb nu wel al wat debatten gedaan waar ik het kleinkind in heb uitgehangen. Vandaag had ik nu eens het gevoel van dat is niet gebeurd, helaas dus wel. Ik moet altijd luisteren naar feedback, dus ik vind dat belangrijk. Maar ik wil er wel een beetje tegenwicht aan geven. Ik denk, je kunt zo'n debat op 2 manieren voeren. Ofwel kunnen we hier zitten en elkaar continu gelijk geven en zeggen hoe goed dat we bezig zijn. Maar ik vind het ook belangrijk dat jullie het verschil
leren kennen tussen hoe wij ervoor zorgen dat jullie bezorgdheden worden aangepakt. Hoe wij op een andere manier kijken naar openbaar vervoer organiseren. Op een andere manier kijken naar hoe mensen aan het werk helpen. Op een andere manier kijken naar het klimaat verbeteren. En ik hoop toch dat het feit dat we dat verschil hier benadrukt hebben, jullie toch ook ergens iets heeft toe bijgedragen. Oké, nog iemand die daarop wil reageren? Want ik vind het een uitstekend antwoord al, meneer Vijs. Het ligt een beetje gelijke zaken. Zeker als het over het sociaal-economische gaat. Ja. We hebben wel heel uiteenlopende partijen aan tafel. Maar over het kinderachtige, ja, we maken ons daar vaak schuldig aan. Point taken, zou ja, ik meneer Warnee, maar heel kort hoor. Maar... Ja, ik vind het ook goed dat je dat durft zeggen in een zaal. Dat is niet zo evident. Maar het is in een parlement heel vaak zo dat ik dat ook vind. Natuurlijk, meningen verschillen soms van elkaar. Dat moeten we ook doen. Maar misschien moeten we soms minder persoonlijk zijn. Ik vind ook persoonlijk dat we vanuit West-Vlaanderen, ik meen dat echt, dat we vanuit West-Vlaanderen, in Limburg doet men dat. Hè. Als je dit in een Limburgs debat doet, dan komen ze op het einde van de namiddag samen en hoe gaan we nu het volgende dossier samen aanpakken. Ik denk dat dat wel iets is dat we in West-Vlaanderen ook iets meer kunnen doen. Okay. Politici samen aan een West-Vlaams front werken, dat is denk ik iets wat ik ook meeneem. Meneer Vermeers? Ja, het is eigenlijk al een democratie dat er botsende ideeën zijn. En dat is net het debat in een democratie zoals wij zijn, dat die botsende ideeën, dat die geconfronteerd worden. Maar ik kan u garanderen dat wij op het einde van de rit, dat wij allemaal mensen zijn. En ook als collega's uiteindelijk overeenkomen. En ik ben ervan overtuigd van elke collega van eender welke partij die hier aan tafel zit, dat zij uiteindelijk het beste met onze samenleving voor hebben. Okay. En dat uiteindelijk de drijfveer is van ieder politicus hier aan tafel. Zelfs al verschillen wij van ideologie en mening aan tafel. Oké. Okay. Ik weet niet of daar kunnen nog niet. Ik denk dat hetzelfde zal zijn, meneer Van der Malen, maar u mag de boodschap nog een keer versterken. Als u nee, maar ik zal heel kort zijn, dan kan iedereen naar huis. Maar het klopt, de verkiezingen gaan over keuzes maken. En iedereen moet keuzes maken. En daarom moet het verschil ook duidelijk zijn tussen onze partijen. Maar u heeft gelijk, wij moeten na de verkiezingen wel samenwerken, samen een land besturen. Ja. En dat is de essentie, denk ik. Mevrouw Egermond, ik moet iedereen het woord geven, u zeker ook. Ja, ik vind wel dat hij gelijk heeft eigenlijk. Allee, ik vind, we moeten hier kunnen debatteren en dat is waar, we verschillen van mening. Maar ik vind inderdaad dat we soms te kinderachtig elkaar uit de weg zetten in plaats van echt het inhoudelijk, feitelijk debat te voeren. En dat we daardoor eigenlijk de leerlingen niet behandelen gelijk dat ze moeten behandeld worden. Oké, dank u wel. Ik vond het zelf een vrij inhoudelijk debat, moet ik eerlijk gezegd toegeven. Dus ik vond het niet zo slecht gedaan van de politici. Ze komen misschien kinderachtig over, maar ik ben het eens. Het was misschien een slechte moderator, dat kan ook zijn. Ik heb te veel gepolariseerd. Maar ik dank u in elk geval voor uw komst en voor het feit dat u tijd hebt vrijgenomen voor de leerlingen van Kortrijk. De politici hebben gesproken en we weten dat ze daar goed in zijn. Jullie hebben geluisterd en ik moet toegeven, jullie zijn daar zeer goed in geweest deze namiddag. Dank u wel daarvoor. En onze leerlingen hebben dit debat georganiseerd. En eerlijk, ik ben apetrots. Zowel naar inhoud als naar organisatie. Ik heb al debat gehad, amai. Een grote proficiat, een grote dank u wel. Ook een dank u wel aan Nicolas Boeteka voor de moderatie. Wij hebben voor de mensen van het panel, voor de tijd die u vrij nam, hebben natuurlijk ook wel een beetje PR-moment gehad, maar we hebben een attentie. En betreffende die attentie wil ik zeggen, deze is met liefde en zorg gemaakt door de leerlingen van de Lage Kouter, ook een RISO-school. Ik zou zeggen, laat het jullie smaken. Dank u wel allemaal. Thank you.